Een welgemeend goedemiddag. Fijn dat u kijkt. Van harte welkom bij dit webinar over het zorgprestatiemodel in de GGZ en de FZ. Ja, u weet het natuurlijk, vanaf 2022 verandert de bekostiging in de GGZ en de FZ. Ingrijpend kun je wel zeggen. Maar we krijgen eenvoudige, eenduidige regels. We krijgen eerlijke vergoedingen, gepaste zorg en, beloofd is beloofd, ook minder administratie. Mijn naam is Maarten Bouwhuis, uw host van dit webinar en host van de eerdere webinars. Wellicht hebben we elkaar eerder gezien. Ik hoop dat het goed met u gaat. We praten in dit specifieke webinar over het zorgprestatiemodel vooral over de beroepen. De beroepenlijst die is vastgesteld in dit grote project van de sector gezamenlijk. Daar zijn natuurlijk vragen over. Daar is misschien verduidelijking nodig. Daar willen we nadrukkelijk op inzoomen. Het webinar is natuurlijk interactief. Onder in beeld ziet u een serie tabbladen en een van die tabbladen luidt: stel uw vraag. Nou, doe dat alstublieft. Achter de schermen zitten de collega's van het programmateam klaar om al jullie vragen te ontvangen en heel veel vragen ook door te sturen naar mijn iPad hier in de studio, om die vervolgens voor te kunnen leggen aan mijn gasten. Want straks is Michiel Hengeveld bij ons te gast. Hij is vrijgevestigd psychiater. Job van Huizen, hij is verbonden aan Zilveren Kruis als zorginhoudelijk adviseur van de GGZ. En Carolien van Bracht van de Nederlandse GGZ is ook bij ons via een online verbinding. En ook zij zullen dus heel graag al jullie vragen ontvangen. Dus doe dat. Stel uw vraag. Ongeveer 7 tot 10 woorden en een vraagteken. Cornelis Jan Diepenveen, jullie kennen hem natuurlijk allemaal als programmamanager van het zorgprestatiemodel, is bij mij in de studio. En Vincent Pelgrim, projectleider namens de NZA in dit project. Heren beiden, van harte welkom. Cornelis Jan, ik blijf het zeggen. Jullie zijn 3 jaar onderweg met al die partijen, waar we de logos ook van in beeld zien. Met al die partijen een enorm traject, nog 7 maanden te gaan. Ja, inderdaad. Het is bijna aftellen begonnen, zou je zeggen. Want 1 januari gaat gebeuren. Dan gaat het gebeuren, inderdaad. En dan moeten we met z'n allen klaar zijn om dat model te implementeren. Ja, dat betekent dat we druk bezig zijn met simulaties. We zijn bijna aan de contractering. Maar vandaag zoomen we in op de beroepen. En jij wil het laatste half uur in ieder geval ook nog even tijd inruimen voor de setting. Ja, klopt. Ja, kijk, beroepen staat vandaag centraal, maar er zijn vorige week een aantal publicaties geweest die ook een stukje uitleg gaven van de regelgeving. En een daarvan is dat we iets gepubliceerd hebben over setting. Veel mensen hebben vragen over het element setting in deze nieuwe bekostiging. En we staan er ook graag nog even bij stil. Ja, dus dat straks. Ongeveer de eerste 50 minuten gaan we het over de beroepen hebben. En daarna dus onder andere setting, maar allerlei andere vragen die u heeft. Stel ze gewoon, dan komen ze bij mij op de iPad. En Cornelis Jan zegt altijd tegen mij: je mag mij alles vragen. Dat komt vast goed. Vincent Pelgrim van de NZA. En jij wil het nog eventjes vandaag, ook in dat laatste half uurtje, over de tarieven hebben. Waarom is dat belangrijk? Dat klopt. We hebben de tariefbeschikking voor 2022 definitief vastgesteld met de geïndexeerde tarieven. Dus dat is denk ik heel mooi, een mooie mijlpaal. Maar er zijn ook wel wat vragen binnengekomen. Dus het is goed om daar nog even een duidelijke uitleg op te geven. Ja, ze zijn nu wel definitief. Ze zijn zeker definitief, dus dat is toch ook wel heel fijn voor het veld. Hè? Heb je toch een bepaalde zekerheid, dan kun je echt gaan beginnen met de simulatie. Ja, precies. Ik begin dit webinar met een vraag aan jullie. Je ziet ook een tabblaadje met een polletje onder in beeld. Dus kijk daar even naar. Die vraag is eigenlijk heel simpel. De nieuwe beroepenlijst, draagt die nou bij aan de kwaliteit van de zorg van de GGZ en de FZ? Dus de relatie tussen die gepubliceerde beroepenlijst van 8 beroepen en dan een aantal subberoepen daaronder, gaan we straks over hebben. Waarschijnlijk heb je die al wel eventjes gelezen, even gezien. En de helderheid daarover, draagt dat nu bij aan die kwaliteit? Dat is de vraag die ik graag voorleg. De antwoorden of mogelijkheden zijn nou eens, oneens. Ik heb nog vragen of geen mening. Laat ons dat eventjes weten. Dan gaan we straks naar de antwoorden van onze kijkers kijken. Maar eerst, de man die in ieder geval de afgelopen jaren politiek verantwoordelijk was voor dit nieuwe zorgprestatiemodel. Of die er nog zit als staatssecretaris als het straks op 1 januari ingaat, dat zullen we zien. Maar hij is in ieder geval de politieke drager van dit project. En heeft ook gezegd, nou, bij dit webinar, misschien wel het laatste webinar zo voor de zomer, voordat we echt gaan simuleren, ben ik er ook heel graag eventjes bij. Dus laten we eens eventjes luisteren naar de opinie van Paul Blokhuis over het zorgprestatiemodel. Dag allemaal. Het aftellen is begonnen. Het duurt nog maar 7 maanden en dan gaat u, samen met alle professionals in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg, werken met het zorgprestatiemodel.
Dat is een belangrijke stap voor de GGZ en voor de forensische zorg en daar ben ik erg blij mee. De nieuwe bekostiging is door veldpartijen en overheid samen uitgedacht. Ja, daar hebben we goede, pittige gesprekken over gevoerd. En wordt het een volmaakt model? Nee, want een volmaakt model bestaat niet. Maar we zijn het erover eens dat het beter is dan de huidige DBC-bekostiging. En het is belangrijk dat u dat steeds voor ogen houdt. Wat we nu gaan krijgen is het resultaat van een unieke aanpak en heeft grote voordelen. Voor jullie, de professionals en voor de cliënten. De belangrijkste voordelen zijn dat de vergoedingen aansluiten op de behandelingen en dat ze begrijpelijk en controleerbaar zijn voor de cliënten. De administratieve lasten nemen af, er ontstaat meer tijd voor de patiënt, meer werkplezier voor u en meer ruimte om wachtlijsten weg te werken. En niet te vergeten, de nieuwe bekostiging moet het financieel aantrekkelijker maken om specialistische hulpverlening te bieden. Maar voordat het 1 januari 2022 is, moet u nog flink aan de bak. Om het nieuwe bekostigingssysteem goed onder de knie te krijgen, moeten jullie en jullie organisaties veel werk verzetten. Daar ben ik me van bewust. Dat is nodig om de mogelijkheden die de nieuwe bekostiging biedt, zoveel mogelijk te kunnen verzilveren. Het is dan ook goed om te zien dat heel veel mensen zich hebben aangemeld voor dit webinar en voor eerdere webinars. Ik wens jullie veel succes bij de voorbereidingen vandaag en in de komende periode. Tot ziens. Dankjewel, Paul Blokhuis. Heel veel succes in de komende periode. En ik heb gehoord, Cornelis Jan, het werk wordt leuker. Dat is altijd goed nieuws. Dat is altijd goed nieuws. Daar houden we van. Hè? Nou, kijk, het belangrijkste is, je doet dit model natuurlijk om allerlei redenen. Maar een van de belangrijkste redenen is natuurlijk ook dat we toch de administratieve last die daarmee samenhangt willen verminderen. Ja. En niemand gaat in de zorg werken om administratie te plegen. Dus, en dat is denk ik waar Paul Blokhuis ook op aanstaat. Ja. Ja. Ondertussen hebben jullie ook mijn vragen beantwoord. Dank daarvoor. 20% is het ermee eens. Het draagt bij aan de kwaliteit. 15% is het ermee oneens. Dus jullie zijn zeer verdeeld. 32% heeft vragen en 30% heeft geen mening. Oftewel, het is goed dat we dit webinar doen. Want als je nog veel vragen hebt en geen mening kunt vormen, dat betekent dat je open staat voor nieuwe informatie. Dus dat bewijst eigenlijk dat het goed is dat we hier vandaag zitten. Dat sowieso. Ja, ja, precies. Veel vragen dus nog. Vincent. Laten we maar lekker gaan beginnen. Cornelis Jan, ik ga jou de vloer geven om in ieder geval de eerste 10 minuten een presentatie te verzorgen voor jullie over nou ja, dat beroepenaspect van het zorgprestatiemodel. Dus de vloer is voor Cornelis Jan Diepeveen. Dankjewel Maarten. Aan mij om jullie de komende minuten mee te nemen in het onderwerp beroepen in het zorgprestatiemodel. En dat doen we natuurlijk graag. Voordat we dat onderdeel ingaan, altijd even de ontwerpcriteria, zodat iedereen een beeld heeft. Oké, daar begon het om, daar is het ons met z'n allen om te doen. Maar waarom spreken we eigenlijk vandaag over beroepen? In het eerste webinar dat wij met elkaar hielden in dit voorjaar hebben we ook uitgelegd dat consulten een belangrijk onderdeel is van die nieuwe bekostigingsstructuur die we met elkaar hebben opgezet en bedacht. En in die consulten, een belangrijk onderdeel van die consulten wordt gevormd door het onderdeel beroepen. Of eigenlijk wel de beroepscategorie, zoals wij dat dan noemen. Er zijn 4 elementen in de consult, maar de eerste is de beroepscategorie. En die beroepscategorie die bepaalt uiteindelijk in welke categorie prestaties, welke categorie consulten van toepassing zijn bij het consult wat door een bepaald beroep geleverd wordt. Hoe komen wij nu tot zo'n indeling van categorieën? En welke beroepen vallen nu onder welke categorie? Op dat soort vragen hopen wij in dit webinar antwoord te kunnen geven. En daar zullen vast ook vragen over zijn en hopen we die op een zo goed mogelijke manier te beantwoorden. Even als reminder aan het vorige webinar. Welke beroepscategorieën kennen we binnen die consultstructuur? Nou, dat zijn er eigenlijk 8 en die zien we hier links in beeld staan. En die 8 categorieën, 7 van die 8 categorieën, die zijn gekoppeld aan bepaalde BIG-categorieën, zoals wij dat dan noemen. Dat zijn ofwel bepaalde artikel 3 beroepen, dat noemen we ook wel basisberoepen in de wet BIG. Of dat zijn zogenaamde artikel 14 beroepen, wat wij ook wel specialismen noemen binnen dat basisberoep. Of bovenop dat basisberoep. En daar zijn eigenlijk van, voordat we deze structuur of deze nieuwe bekostiging hebben vormgegeven, is een keuze gemaakt welke categorieën
Het meeste voorkomen in het model. Daar zijn uiteindelijk 7 categorieën uit voortgekomen. En alle andere beroepen hebben in een soort overige categorie gedaan. En dat noemen we de overige beroepen. Nu hebben wij natuurlijk ook de taak om iets te zeggen over die overige beroepen. Welke beroepen zijn dat dan? En daar gaan we jullie meenemen hoe wij dat met elkaar bepaald hebben binnen het programma Zorgprestatiemodel. Dat vraagt ook even een stukje achtergrondinformatie. Want in het bestuurlijk hoofdlijnakkoord GGZ, dat in 2018 tussen alle partijen is afgesproken, wordt al de eerste aanzet gemaakt voor wat wij nu in dit model de beroepentabel noemen. Want wat is namelijk in dat hoofdlijnakkoord opgeschreven? Daar is onder andere afgesproken dat er een landelijke veldnorm ontwikkeld zou worden, waarin duidelijk zou worden beschreven welke beroepen in de curatieve GGZ vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg een bijdrage leveren. Dat is eigenlijk al een lang gekoesterde wens van die partijen om met elkaar na te denken over welke beroepen zetten wij nu in bij het verlenen van GGZ-zorg. Dat heeft dus geleid tot een bestuurlijke afspraak in het hoofdlijnakkoord. In datzelfde hoofdlijnakkoord is ook opgenomen dat dan in het verlengde daarvan ook goed gekeken moet worden hoe die beroepen een plek zouden krijgen in de nieuwe bekostiging. Dus eigenlijk vonden wij al een belangrijke aanleiding voor wat wij nu met elkaar gedaan hebben in het zorgprestatiemodel in de afspraken van het bestuurlijk hoofdlijnakkoord. De partijen van het bestuurlijk hoofdlijnakkoord hebben dat ook gevraagd aan de partijen in het programma zorgprestatiemodel om als het ware die afspraak of die veldnorm die het straks moet worden voor te bereiden. En dat is ook wel weer logisch, want er zit natuurlijk een heel groot deel overlap in de partijen die onderdeel uitmaken van het hoofdlijnakkoord en de partijen die in het programma zorgprestatiemodel deelnemen. Dus dat was één aanleiding. De tweede aanleiding is dat de NZA in haar advies van het voorjaar 2019 heeft aangegeven van het zorgprestatiemodel gaat er op deze manier uitzien. Dit worden de beroepscategorieën die we gaan hanteren. Maar daarin is ook opgenomen dat het belangrijk was dat de beroepentabel zoals we die nu kennen tot vandaag de dag onderhouden moet gaan worden. En dat heeft een reden. Hè? De beroepentabel die we nu kennen in de DBC-systematiek, die is eigenlijk al een aantal jaar bevroren. Hè? Die wordt niet op dit moment onderhouden. Maar alles is gezegd, dat onderhoud gaat plaatsvinden als we straks naar een nieuwe bekostiging gaan. Dus de NZA heeft dat ook benadrukt in dat advies van er moet dus een nieuwe beroepentabel komen. En daarbij heeft de NZA ook aangegeven, wij zien dat als een verantwoordelijkheid van het veld om die beroepen aan te wijzen. Dus met dit pakketje op zak hebben we in het programma natuurlijk uitgebreid gesproken over hoe gaan we dat dan doen met elkaar. Hoe gaan we bepalen binnen dit zorgprestatiemodel welke beroepen daar uiteindelijk een rol hebben. Maar ook nog een stap verder, welke beroepen ook straks daadwerkelijk consulten kunnen gaan registreren. Want dat is namelijk ook een volgende vraag die daar natuurlijk uit voortkomt. Dus de aanleiding tweeledig. Dan is het belangrijk om op te merken dat er natuurlijk heel veel beroepen zijn die werkzaam zijn in de GGZ en de forensische zorg. En ons doel is niet om alle beroepen die een plek hebben in de GGZ of de FZ op een beroepenlijst te krijgen. Want dan zouden we aan 2 A4'tjes sowieso niet genoeg hebben. Maar waar het om gaat is dat wij een beroepenlijst hebben ontwikkeld. En dat is ook in lijn met het hoofdlijnakkoord wat is afgesproken. Dat het hier echt gaat om de beroepen die zorg leveren. Dus niet allerlei andere dingen die ook van groot belang zijn in de GGZ en de FZ. Maar het gaat hier echt om de zorgverlenende beroepen. En wat is zorg? Als we het hebben over zorg, dan hebben we het over diagnostiek. Hebben we het over behandeling. En hebben we het over geneeskundige begeleiding. En er zijn beroepen die alle 3 uitvoeren. Er zijn ook beroepen die 1 van die 3 uitvoeren. Maar dat is de definitie van zorg die we met elkaar hanteren. En laat duidelijk zijn dat dat niet betekent dat alle beroepen die dus geen zorg leveren niet van toegevoegde waarde zijn in de GGZ of de FZ. Er zijn heel veel beroepen en die zijn ook ontzettend belangrijk in het hele zorgverleningsproces, maar ook alle processen die er buiten lopen. Dus deze lijst die we met elkaar hebben opgesteld gaat zeker niet over wie van waarde is in de GGZ en de FZ. Waar het wel om gaat, en dat zul je straks ook zien, is dat de beroepen die zorg leveren, uiteindelijk ook dat we uit die beroepen een selectie hebben gemaakt van ook beroepen die daadwerkelijk zelf consulten registreren in het nieuwe model.
En hier hebben we dat eigenlijk in één sheet uitgelegd hoe dat proces in gang is gezet. En het zijn misschien wat kleine lettertjes, maar ik hoop dat u het thuis op het scherm goed kunt lezen. We hebben aan Aqua GGZ gevraagd, een voor jullie denk ik wel bekende organisatie in de GGZ-sector, om uit alle richtlijnen die er zijn, alle kwaliteitsstandaarden die we kennen in de GGZ, een selectie te maken van beroepen die voorkomen in die standaarden. Dat zijn natuurlijk heel veel. Er zijn allerlei richtlijnen, allerlei kwaliteitsstandaarden. En Aqua GGZ, en daar zijn we heel blij mee, heeft voor ons een selectie gemaakt van alle beroepen die zij daarin in terugzagen. Dat leverde een lange lijst met allerlei beroepen op, of mogelijke beroepen. En dat waren even uit mijn hoofd zo'n 150 beroepen die uiteindelijk op die lijst stonden. Maar dat was nog een ongeschoonde lijst en daar moest uiteindelijk nog een schoning overheen. En waarom een schoning? Nou, dat had een aantal redenen. Er stonden allerlei dubbelingen in die groslijst, omdat beroepen soms met allerlei verschillende benamingen in verschillende richtlijnen opgenomen staan. Dat moet je natuurlijk dan comprimeren, zodat alleen het ene beroep er staat wat is opgenomen. Een andere reden is dat sommige beroepen die op die lijst stonden, op die groslijst, eigenlijk bij nader inzien geen beroep bleken te zijn, maar meer een functie bleken te zijn. Er stonden ook uiteindelijk beroepen op die lijst die geen rol bleken te hebben in de volwassenzorg, maar bijvoorbeeld enkel in de jeugd GGZ. Dit gaat niet over de jeugd GGZ, dus die valt voor ons buiten beschouwing. En er waren dus ook beroepen die uiteindelijk niet vielen onder die definitie van dat zij zorg leveren. En zorg, diagnostiek, behandeling of geneeskundige begeleiding. Dat waren de zogenoemde uitsluitcriteria. En nadat wij die criteria hadden toegepast en ook met elkaar hadden gecomprimeerd een aantal beroepen die eigenlijk op hetzelfde neerkwamen, ontstond een longlist. En die longlist van beroepen die is vervolgens beoordeeld door een inhoudelijke werkgroep van het programma Zorgprestatiemodel. Die inhoudelijke werkgroep, daar zaten mensen in vanuit hun expertise. Als bepaalde zorgprofessional of als iemand die veel weet van beroepen en van opleidingen. En die deskundige groep mensen die heeft gekeken naar die longlist van beroepen. En op basis van 8 vooraf vastgestelde criteria in het programma Zorgprestatiemodel hebben zij beoordeeld welke van die beroepen nu voldoen aan die 8 criteria. Die criteria zijn allemaal terug te vinden op de website, dus die ga ik niet één voor één langslopen. Maar dat waren allemaal eigenlijk inhoudelijke criteria die iets zeiden over de kwaliteit van het beroep, maar ook over de volwassenheid van een bepaald beroep. En ook of dat beroep aan bepaalde kaders voldoet. Daar is een heel zorgvuldig proces over gegaan. Er zijn nog wat consultaties geweest, ook in het veld, om mensen ook te laten meekijken daarbij. En daar is vervolgens de lijst overige beroepen uit voortgekomen. En benadruk ik wel even dat een van die uitsluitcriteria die bovenin staat ook was als het beroep viel onder een van die 7 BIG-categorieën die al een eigen consultgroep hebben in het zorgprestatiemodel, dan viel die bij deze beoordeling ook buiten beschouwing. Dus dat betekent dat de beroepen die uiteindelijk overbleven uit deze beoordeling, dat was als het ware de lijst overige beroepen die uiteindelijk ook de basis vormden voor welke beroepen uiteindelijk declarabele consult zouden kunnen registreren onder de noemer overig beroep. Tot slot, toen we die lijst hadden, hebben wij nog een aantal bekostigingscriteria toegepast op die beroepen, op die lijst met overige beroepen. Eigenlijk vielen daarin weinig beroepen af, zeg ik er gelijk bij. Maar het was wel nodig om ook te kijken, passen deze beroepen allemaal in de bekostiging? En past dit ook in de manier waarop wij met elkaar consulten registreren in het zorgprestatiemodel? En dat heeft uiteindelijk geleid tot een lijst met beroepen die dus in het zorgprestatiemodel het consult overige beroepen in rekening kunnen brengen. Als we dat onderdeel dan samenvoegen met het onderdeel van die 7 BIG-categorieën die ik al eerder noemde, dan hebben we eigenlijk met die 2 bij elkaar de lijst met beroepen die in het zorgprestatiemodel declarabele consulten kunnen registreren. Wat hebben we gedaan met die 7 BIG-categorieën? Dat zien we aan de rechterkant hier van het scherm. Artikel 3, daar hoeft ze ook niet zoveel aan te doen. Want artikel 3 beroepen, dat zijn basisberoepen. Dus daar hadden we aan alleen de benaming van het basisberoep voldoende. En die hebben we opgenomen in de tabel.
Ja, dus dat betekent dat GZ-psycholoog is GZ-psycholoog. En dat is als artikel 3 opgenomen. Verpleegkundige is een artikel 3 beroep. Dus die staat ook gewoon als verpleegkundige in onze beroepenlijst. Daarnaast hadden we de artikel 14 beroepen. Dat zijn specialismen, als het ware, in het verlengde van een artikel 3 beroep. En daar hebben we een selectie gemaakt van welke beroepen relevant zijn in de GGZ en de FZ. En dan noem ik even als voorbeeld hè, de arts-specialist, hè, medisch specialist zou je ook kunnen zeggen. We hebben natuurlijk heel veel medisch specialisme, hè, heel veel arts-specialisten. Maar niet al die arts-specialisten die zijn actief in de GGZ of in de forensische zorg. Dus we hebben een selectie gemaakt van welke specialismen dat dan zijn. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de meest bekende, dat is in de GGZ, dat is dan de psychiater. En dat is een arts-specialist in onze indeling. Om een lang verhaal in het kort samen te vatten. Vanuit een groslijst zijn we dus op basis van een aantal scholingscriteria tot een longlist gekomen. Die longlist is beoordeeld door een inhoudelijke werkgroep op basis van een achttal voorafgesteld vastgestelde criteria. Daar kwam uiteindelijk de lijst overige beroep uit voort. Daar is nog een selectie in gemaakt op basis van een aantal bekostigingscriteria. En zo zijn we uiteindelijk met die BIG-categorieën die ik net noemde erbij tot één totaallijst gekomen met beroepen die in het zorgprestatiemodel declarabele consulten kunnen registreren. Dan wil ik daar ook nog bij opmerken dat er... in ieder geval voor een tweetal beroepen gebruik gemaakt is in dit proces van een zogenoemde hardheidsclausule. En dat had te maken dat voor twee beroepen eigenlijk de werkgroep niet unaniem van oordeel was dat die beroepen voldeden aan de criteria die we met elkaar gesteld hebben. Maar waarvan wij wel met elkaar vonden dat dat beroep onderdeel zou moeten zijn van de beroepenlijst die uiteindelijk ook consulten kunnen registreren. Over welke twee beroepen heb ik het in dit geval? Dat gaat ten eerste over de WO-psycholoog. Is dus geen unaniem oordeel gekomen van die inhoudelijke groep over dat beroep. Maar alle partijen, die 13 partijen in het programma zorgprestatiemodel, die hebben uiteindelijk wel met elkaar gezegd, buiten dat daar geen unaniem oordeel is over op basis van die criteria, vinden wij het ontzettend belangrijk dat wij ook zorgen voor continuïteit in de zorgverlening binnen de GGZ en de FZ. En wij zien dat de WO-psycholoog een belangrijke rol inneemt in het zorgproces binnen de GGZ en de FZ. Dus wij passen hier de hardheidsclausule toe, omdat wij met elkaar hebben afgesproken dat deze lijst geen onevenredige gevolgen mag hebben voor aanbieders van GGZ-zorg. Dus dat is één van de beroepen waar de hardheidsclausule op is toegepast. En het tweede beroep waar dat voor geldt is de ervaringsdeskundige. En daar speelde wat anders, namelijk dat van een aantal criteria is gezegd, daar voldoet het beroep nu nog niet aan. Daar was iedereen het ook wel over eens. Maar er is wel de verwachting dat dat beroep op relatief korte termijn alsnog aan de criteria kan gaan voldoen. En ook daarvoor en vanwege dat zij ook nu al worden ingezet in de GGZ en FZ, is dat beroep via de hardheidsclausule toegelaten. Een heel zorgvuldig proces. Er zijn ook vele maanden overheen gegaan voordat dit allemaal is gepasseerd. En straks in het panel zitten in ieder geval ook twee inhoudelijke mensen vanuit die groep, vanuit die beoordelingsgroep, die toetsing gedaan hebben, Job en Michiel. Dus die zijn ook in ons midden aanwezig. Dan wil ik nog een ander onderwerp met u aansnijden als het gaat over beroepen. En dat gaat over het punt van de regiebehandelaar. Ook daar komen veel vragen over binnen. Het is belangrijk dat we er even meenemen in wat de afspraken nu zijn die hierover gemaakt zijn. Maar ook wat de uitgangspunten daarvoor zijn en ook wat wij in de toekomst daar nog mee gaan doen. Het belangrijkste staat eigenlijk gelijk bovenin in deze slide. Zoals jullie weten is er een nieuw kwaliteitsstatuut voor de GGZ ontwikkeld. Is eind vorig jaar gepubliceerd. Wat wij binnen het zorgprestatiemodel hebben gezegd is, op de onderdelen die in dat landelijke kwaliteitsstatuut worden geregeld, is het zorgprestatiemodel volgend. Wij gaan dus niet vanuit het zorgprestatiemodel bepalen wie regiebehandelaar is, of we gaan niet vanuit het zorgprestatiemodel bepalen
welke behandelaar in welk domein van de zorg bepaalde zorg kan verlenen. Nee, dat is een kwaliteitsverhaal. Dat volgt uit het kwaliteitsstuut en dat is dus niet iets waar wij over gaan. Wij wachten daarin dus ook de afspraken af die gemaakt worden vanuit de tafels die zich bezighouden met het landelijke kwaliteitsstuut. Echter, zeg ik daar gelijk bij, op dit moment zijn wij druk bezig om die nieuwe bekostiging te implementeren. En moeten wij ook ervoor zorgen dat het element regiebehandelaar ook op een goede manier geïmplementeerd wordt in dat hele zorgprestatiemodel. De partijen in het programma zorgprestatiemodel die hebben dan ook met elkaar gezegd, wij willen als programma zorgprestatiemodel niet vooruitlopen op datgene wat op de tafel van het landelijk kwaliteitsstatuut moet worden afgesproken. Er is een stuurgroep ingericht rond het landelijke kwaliteitsstatuut GGZ. Die stuurgroep die heeft allerlei werkgroepen weer ingericht en een expertgroepen ingericht om de implementatie van het nieuwe kwaliteitsstatuut voor te bereiden. Zo zijn er ook onderdelen van die stuurgroep of van werkgroepen bezig met de vraag wie zijn dan die regiebehandelaren en welke regiebehandelaren hebben dan in welk onderdeel van de zorg een plek als het ware. Wij willen vooral dat die tafels hun werk ook kunnen doen. Als die duiding daar is, vanuit het landelijke kwaliteitsstatuut, hebben we binnen het programma ook afgesproken, dan nemen wij dat daarna over in het zorgprestatiemodel, dus in de nieuwe bekostiging. Dat moet natuurlijk wel haalbaar zijn, dat moet ook allemaal wel kunnen. Daar zeg ik gelijk, en dat is die tweede bullet die hier staat, binnen de bekostiging werken we met jaarcyclus. We hebben ook een onderhoud wat we met elkaar hebben afgesproken om dat model te onderhouden. En dat betekent dat op dit moment wij een afspraak met elkaar gemaakt hebben dat de regiebehandelaren die in 2021 van toepassing zijn, dus volgens het huidige model kwaliteitsstatuut, ook in 2022 de regiebehandelaren zijn in het zorgprestatiemodel. Zodra wij straks duidelijkheid krijgen vanuit de tafels van het Landelijk Kwaliteitsstatuut, zullen wij dat gaan verwerken in het zorgprestatiemodel en zal het per eerstvolgende cyclus worden opgenomen in de bekostiging. Dat zijn ingrijpende wijzigingen, zoals jullie zullen beseffen. Wij zullen daar dan het kwaliteitsstatuut in volgen. Even als reminder, welke regiebehandelaren zijn dat dan? Nou, dat hebben we hier opgenomen in deze slide. In de generalistische basis GGZ, dat is de linkerkant, zijn dat een aantal regiebehandelaren. Aan de rechterkant, de gespecialiseerde GGZ, zijn dat ook een aantal beroepen die daar regiebehandelaren kunnen zijn. En even voor degenen die het niet meer weten, sectie 2 en sectie 3. Sectie 2 is eigenlijk de vrij gevestigde als het ware. En sectie 3, dat zijn de instellingen. En je ziet dus dat zowel in de basis GGZ als in de gespecialiseerde GGZ er een aantal extra beroepen zijn die binnen de instellingssetting dus regiebehandelaar kunnen zijn. Dus dit is de afspraak die we gemaakt hebben voor het jaar 2022. Maar nogmaals, wij volgen het kwaliteitsstatuut en wij hopen natuurlijk dat zodra de tafels van het kwaliteitsstatuut de duiding hebben gegeven die ze moeten geven, wij die ook overkrijgen en dat ook zullen meenemen in de volgende releasecyclus. Dat eigenlijk over beroepen. Dankjewel. Maarten. Cornelis van Diepenveen. Daar komen natuurlijk een hele hoop vragen over binnen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Ik begrijp dus dat als je niet in deze lijst van 8 staat of in die lijst van overige, wat er een stuk of 13, 14 zijn, dan kun je dus niet declareren. Dan geldt is als je niet op die lijst beroepen staat, dan kun je geen declarabele consulten registreren. We zijn altijd wat is verschil tussen declareren en registreren. Maar hier gaat het echt over registreren, declarabele consulten registreren. Maar dat betekent niet dat je geen rol hebt in de GGZ nogmaals. Dat vinden wij heel belangrijk om te benadrukken. Dit is een selectie van beroepen die de zorg leveren. Maar ook andere beroepen zijn er. Maar de beroepen die niet op die lijst staan, de kosten daarvan, die zijn verwerkt in de prestaties van die andere beroepen. Juist. Dus dat betekent dat zit in de tarieven en dat zit in de kosten verweven, zeg maar. Marianne vraagt, kan een behandelaar meerdere beroepen hebben? Moet hij of zij dan kiezen per prestatie van waaruit die handelt? Ja, het kan voorkomen dat een beroep of een behandelaar meerdere beroepen heeft, inderdaad. In die beroepentabel die ik net noemde staan ook de kwalificaties aangegeven. Dus voor sommigen is een BIG-registratie vereist, voor andere opleidingseisen.
Maar het kan voorkomen dat iemand dus meerdere beroepen heeft. En in dat geval moet heel duidelijk zijn vanuit welk beroep je op dat moment dat consult levert. Ja. Maar dat je dan de volgende dag ergens anders op schrijft, dat kan wel. Dat zou kunnen. Maar het belangrijkste is, je zit aan tafel met de patiënt vanuit jouw beroep. Vanuit een bepaalde rol die je hebt. En dat beroep moet je dan vastleggen. Annemarie vraagt, kan een psychotherapeut in opleiding de toekomstige beroepsgroep gebruiken? Sorry, nog een keer. Kan een psychotherapeut in opleiding de toekomstige beroepsgroep gebruiken? Ik bedoel, als je psychotherapeut bent, ben je 4 jaar in opleiding post. Nee, dat kan dus niet. En dat hebben we ook duidelijk gemaakt in die lijst. Eigenlijk geldt voor alle beroepen dat je echt moet voldoen aan de kwalificaties die daar staan. Mm-hmm. En niet en er zijn natuurlijk allerlei mensen in opleiding tot een bepaald beroep. Maar dat voldoet niet aan die criteria. Oké. We werken met een systeemtherapeut. Klopt het dat ik dat niet terugzie in de lijst? Vraagt Caroline. Ja, dat klopt. En wat die inhoudelijke expertgroep heeft gedaan, is vooral ook gekeken wat zien wij nu met elkaar als het ware als basisberoepen. Dus ook binnen die set aan overige beroepen. Want we zien natuurlijk heel veel beroepen die ook allerlei, binnen die categorie overige ook, allerlei specialisaties of subspecialisaties hebben doorgemaakt, zeg maar, en aangebracht. En dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk dat dat gebeurt, dat mensen zich specialiseren, dat mensen bepaalde gebieden zich volledig eigen maken. Maar voor dit doel, voor bekosteringsdoel, hebben we gezegd, nee, we gaan een bepaald abstractieniveau zitten, waarbij we toch uitgaan van een bepaalde basis. Dus die systeemtherapeut is eigenlijk een ander type therapeut? En daar kan die dan op declareren? Ja, en nou ja, wat wij zien is dat aan het beroep van systeemtherapeut, er ligt een ander beroep aan ten grondslag. En dat beroep wat er aan ten grondslag ligt, zeg maar, aan de systeemtherapeut, dat zou heel goed kunnen voorkomen op die lijst. Juist. Nou, dan de WO-psycholoog. Daar heb je al wat over gezegd. Hier is opgenomen dat er nog wordt besloten of het wel of niet toevoegen van de opleidingen pedagogische wetenschappen en gezondheidswetenschappen. Wanneer wordt dit besloten? Ja, dat hopen we echt op korte termijn te beslissen. Maar dat heeft ook een klein stukje toelichting nodig. In de beroepentabel die wij voor een paar maanden terug hadden gepubliceerd, hadden we een aantal hele specifieke opleidingen opgenomen. Afstudeerrichtingen als het ware binnen de psychologie, waar je aan moest voldoen om voor de noemer WO-psycholoog in aanmerking te komen. Daar hebben we in het programma van gezegd, dat gaan we niet meer doen. We gaan niet allerlei specifieke richtingen opnemen. Nee, we zeggen gewoon dat je in de basis een opleiding psychologie moet hebben uitgevoerd. Om dat enigszins wel te objectiveren en om er ook wel ervoor te zorgen dat aan bepaalde minimum eisen voldaan wordt, hebben wij daaraan toegevoegd dat die mensen ook in het bezit moeten zijn van een zogenoemde logoverklaring. Dat is een verklaring die uiteindelijk aangeeft dat je dus als daar geschikt bent om te werk te gaan in de GGZ als basispsycholoog, als WO-psycholoog. Nu is het zo dat bij die logoverklaring niet alleen als vooropleidingseis psychologie genoemd staat, maar dat er ook eigenlijk twee andere afstudeerrichtingen genoemd worden, of twee andere masters eigenlijk. En dat is dus de geestelijke gezondheidskunde, gezondheidswetenschappen, geestelijke gezondheidskunde en pedagogische wetenschappen. En dat is dus een onderwerp wat nog een onderwerp van discussie is eigenlijk, of van bespreking in het programma, van als we nu die WO-psycholoog zo nadrukkelijk koppelen ook aan het hebben van bepaalde basisvereisten, dus die dus via die logoverklaring kunnen worden aangetoond, voldoen die andere beroepen daar dan ook niet aan. Hè, van die, En is dat dan iets wat de komende maand wordt uitbediscussieerd? Ja, dat is echt iets wat de komende maand uitbediscussieerd is. Ja. Dus daar valt nu nog geen, daar is nog geen beslissing over genomen, valt nu niet te zeggen waar dat naartoe gaat? Nee, omdat we daar vooral de inhoudelijke mensen in de lead laten zijn, zeg maar. Ja. Maar daar gaat de komende maand absoluut een duidelijkheid over komen. Nou, het lijkt mij het moment om die inhoudelijke mensen erbij te halen, met al het respect voor mijn tafelgasten natuurlijk. Hè. Michiel Hengeveld is namelijk vrijgevestigd psychiater en is online bij ons. Dag Michiel, welgemeend goedemiddag. Welgemeend goedemiddag. Te horen. Dag Michiel. Jij was, laten we zeggen, ook onderdeel van de inhoudelijke werkgroep die de groslijst heeft teruggebracht tot een lijst met beroepen die uiteindelijk consulten kunnen registreren in dat zorgprestatiemodel. Zoals dat proces verlopen is, Cornelis-Jan heeft dat omschreven. Hoe kijk je daarop terug? Nou, ik zit nu bijna 50 jaar in de GGZ, of ben ik werkzaam. En het zijn 50 jaar waarin enorm veel veranderd is.
Toen was het nog psychiatrie, heette het toen nog. En toen hadden we nog geen DSM. En er waren eigenlijk maar heel weinig beroepen, hè, psychiaters. En er waren wat ondersteunende beroepen, verpleegkundigen en vaktherapeuten. En langzamerhand zijn er de psychologen, die gingen toen testen en die kwamen er allemaal bij enzovoort. En die waren eerst ondersteunend, dan kwamen psychotherapeuten, nou ja, de agogische beroepen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En nou ja, dus dat was voor mij interessant om als eenzame psychiater in een enorme groep van zogenaamde veldpartijen te mogen zitten voor het eerst van mijn leven in dit soort onderhandelingen. En dat was dus pittig, mocht je wel zeggen, want we waren natuurlijk lang niet altijd met elkaar eens. Dus er waren ook, je zou kunnen zeggen, strijdige belangen. Er is natuurlijk het belang van de kwaliteit van de zorgverlener. En ik kan zeggen, daar zijn wij zorgverleners zelf natuurlijk nogal, de psychologen en ik waren daar natuurlijk nogal op gebeten, dat je niet iedereen zomaar ons soort werk kan doen. Dat is ook wel een beetje een trots gevoel, zo van, ja, er komen steeds meer beroepen bij en zijn die wel gelijk, kunnen die dat wel? Dus daar hebben we nogal wat discussie over gehad. Maar ander belang is inderdaad bijvoorbeeld de werkgevers, die zitten er natuurlijk ook. De GGZ als organisatie van de werkgevers, de zorgverzekeraars, die hebben weer andere belangen. Bijvoorbeeld dat er allerlei beroepen zijn die inmiddels al werkzaam zijn in de GGZ en die je dus niet zo gauw meer even kan zeggen van nou die moeten we maar niet meer erkennen als beroep. Nee, want maar als je nou kijkt naar een van de doelstellingen hiervan om zo'n lijst goed te maken, dan draait dat natuurlijk om de kwaliteit van de zorg. Heb je nou het idee dat met de uiteindelijke keuzes die je hebt kunnen maken, de juiste keuzes hebt kunnen maken om te zeggen van nou, als zeer ervaren psychiater is dit inderdaad de lijst waardoor we de kwaliteit van zorg kunnen borgen of misschien zelfs wel het beste kunnen hebben in die 50 jaar? Dat is een gewetensvraag. Nou, ik vraag hem je. Maar ik denk, ik heb natuurlijk niet mijn zin kunnen krijgen in allerlei zaken. Dus ik vind zelf dat je soms wel kan zeggen van nou, ik heb soms wel wat zorgen over de kwaliteit van de zorg die in de loop van de tijd ontstaan is. Hè. Er is veel lichte zorg bijgekomen bij de GGZ waar ook licht opgeleide mensen in werkzaam zijn. En het is de vraag of dat in de nieuwe zorgprestatiemodel of het accent toch meer zal gaan komen te liggen weer. En dat is wel de bedoeling en de hoop op de financiering van de zwaardere zorg waar de zwaardere beroepen in zitten. En dan wordt het een beetje de vraag van ja, de mensen met die hele lichte opleiding, soms dus zoals die basispsychologen, WO-psychologen, is natuurlijk eigenlijk, vind ik, niet geschikt voor de echte ingewikkelde psychiatrie. Nee. GGZ moet ik dus zeggen tegenwoordig. En dat, ja, dus ik heb daar soms wel mijn zorgen over. Je kunt ook zeggen, het zorgprestatiemodel zeer inzichtelijk wat de beroepenlijst is en welke mensen waarop kunnen declareren. Ja. Dus de transparantie erin zou vanuit jouw perspectief misschien nog wel eens een hele grote verbetering kunnen zijn ten opzichte van wat het was. Dat wil ik graag toegeven. Ja, dat zou best kunnen. Ik moet dat nog zien, eerlijk gezegd. Maar laat ik zeggen, je zit natuurlijk in zo'n groep met een heleboel mensen en dan kom je tot compromissen. Dus polderen op zijn Nederlands echt. En dan bepaal ik het niet wat straks allemaal mag en moeten. Maar dat hebben we met elkaar gedaan. En dat is op zich een heel transparant en heel boeiend en nuttig proces geweest. Wel wat anders dan, denk ik, dat 50 jaar geleden zou zijn gegaan. Dat zeker. Ja. Maar ja, je moet met je tijd meegaan, nietwaar? Michiel Henkveld, blijf bij ons, blijf lekker hangen. Je kunt natuurlijk ook reageren op mijn andere gasten. En als er kijkers zijn die vragen hebben aan Michiel, jongens, stel ze. Dan komen ze via de iPad bij mij. Job van Huizen is zorginhoudelijk adviseur GGZ bij Zilveren Kruis. Job, waarom is het zo belangrijk om in het veld te spreken over welke beroepen nou precies die zorg leveren vanuit jullie perspectief binnen Zilveren Kruis? Mm-hmm. Ik denk sowieso dat in aanvulling op wat er al gezegd is, natuurlijk dat we een afspraak hebben gemaakt in het hoofdlijnakkoord om een norm op te gaan stellen welke beroepen kwaliteit toevoegen aan de GGZ. En dit was natuurlijk een werkgroep waar vooral het veld zelf normen moest opstellen. Natuurlijk hebben wij ook wij hebben daar zeker een bijdrage aan geleverd. Maar voor ons is het ook heel belangrijk dat wij uiteindelijk een goed gesprek kunnen voeren over gepast gebruik. En daar kan een beroep bij bijdragen. Wij willen natuurlijk ook die transparantie naar onze verzekerden kunnen bieden. Dus ik denk dat wij de juiste zorg natuurlijk willen inkopen. En dat het daarom voor ons wel heel belangrijk is om te weten hoe het veld kijkt naar wat biedt de meeste kwalitatieve toevoeging.
Ja, begrippen als gepast gebruik en zinnige zorg is natuurlijk de afgelopen jaren een sterkere tendens geworden in de zorg en ook vanuit de zorgverzekeraars. Zal dat zorgprestatiemodel met deze duidelijke afgebakende beroepenlijst daar dus wat jou betreft wel nadrukkelijk aan kunnen bijdragen dat we meer of beter inzichtelijk gepast gebruik krijgen? Ja, in principe konden we op basis van de data die we voorheen kregen al wel zien welke beroepen daar tijd schreven. Het grote verschil is, en dat heeft niet zoveel te maken met deze nieuwe lijst, maar wel met het zorgprestatiemodel op zich, dat we veel sneller prestaties binnenkrijgen, hè, dus ook veel sneller informatie krijgen. Dat verzekerden ook hun nota kunnen controleren, dat transparantie biedt, dat het ook een herkenbare nota wordt voor de verzekerden. Maar vooral dat wij ook, daarbij ook dat wij als verzekeraar kunnen gaan zien in combinatie met bijvoorbeeld de setting, zien met veld aan variatie. En dat kan zeker het gesprek stimuleren en kan ook bijvoorbeeld, ik doe veel controlegesprekken en dan is het toch vaak heel moeilijk voor zorgaanbieders aan te tonen waarom zij afwijken van andere partijen die volgens onze data in ieder geval vergelijkbare zorg leveren. En dan kan dit een heel goed haakje zijn om die variabelen bij elkaar te nemen. En dus die zorgvraagtypering en bijvoorbeeld bij nichepartijen, dus partijen die echt zorg leveren aan een bepaalde, echt hele specifieke doelgroep, dan kun je veel makkelijker de verantwoording, zonder dat je een dossieronderzoek hoeft te doen, vormgeven. Dus precies, biedt dus wel veel voordelen. Voor de zorgverzekeraar wordt veel inzichtelijker wie welke zorg levert, Vincent. Dat is ook een van de kernpunten van het zorgprestatiemodel. Dat voor alle partijen veel inzichtelijker is wie wat doet in welke setting met welke declaratie. Ja, het wordt transparanter, hè? Vooral omdat die informatie veel sneller beschikbaar komt. Dus verzekeraars zagen eerst alleen het aggregaat. Hè, dus na bijvoorbeeld een jaar declareren hoeveel minuten beroep X, hoeveel minuten beroep Y. En nu zie je dat eigenlijk direct binnenkomen. En zie je ook van de verhouding van lange consulten, korte consulten. Dus je hebt echt meer informatie. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat partijen helpt in hun gesprekken. En we zijn vanuit de NZ ook heel blij dat deze beroepenlijst er is. Hè. We hadden eerst ook een lijst met declarabele beroepen, maar die was erg verouderd. Werd eigenlijk niet meer onderhouden. Dat is echt toe een onderhoud. We zijn heel blij met deze stap die veel partijen met elkaar hebben gezet. Ja, de vraag die Evert ook stelt aan jou, Vincent. Worden de tarieven dan ook weer aangepast wanneer de lijst met consultschrijvende beroepen wordt aangepast? Immers, niet meer gefinancierd in de opslag. Ja, we hebben nu de tarieven berekend op basis van de lijst die nu is gepubliceerd. En mocht die lijst wijzigen, dan moeten we natuurlijk opnieuw gaan kijken of de tarieven daar nog op aansluiten. Maar we weten ook van nu op welke manier we gaan starten met het zorgprestatiemodel. Juist, ik ga even naar Carolien van Bracht, strategisch beleidsadviseur bij de Nederlandse GGZ. Wat betekent zo'n beroepenlijst voor een grote aanbieder, bijvoorbeeld in de GGZ, Carolien? Nou, ik ben in ieder geval de laatste opmerking van Vincent mee eens. Die oude lijst was gewoon heel erg verouderd. En deze geven weer enorm veel duidelijkheid. Wie zetten we nou in? En dan krijg je het ook makkelijker in je systemen ingericht. Wel weer zo'n systeemantwoord. Maar het helpt gewoon in je registratie, in je eenduidigheid. Om met elkaar van, god, dit is ons team. En jij gaat registreren. En jij hebt de ruimte om patiënten te helpen, te begeleiden. Zonder dat je daar overal met je klapblokje achteraan moet om minuten te schrijven. En ik heb ook wel echt het vertrouwen in dat deze lijst gaat helpen om een beetje uit die spanning te komen, dat je continu elke minuut moet schrijven en je doet pas mee als je consulten registreert. Dat is dus gewoon echt niet waar. We hebben gewoon iedereen keihard nodig om de patiënten te helpen, zeker met de wachttijden die er momenteel zijn. We willen gewoon een aantrekkelijke sector zijn waar iedereen goede zorg kan leveren. En ieder naar zijn eigen vermogen met zijn eigen specialiteiten en zijn eigen kenmerken. Dus er zijn er een paar die consulten schrijven. En er zijn er ook een heleboel die dat gelukkig niet hoeven te doen. Want dat geeft juist ook in het administratieve proces een stuk vereenvoudiging. Ja, hoort u misschien een hoge piep uit uw computer komen? Dat ligt niet aan u. Dat zit ergens in onze techniek. Nog één vraag aan jou, Carolien. De werkgeversorganisatie. Als werkgeversorganisatie, hoe kijk je terug op dat proces dan om die beroepen samen te stellen? Of zijn jullie daar vanuit jullie rol helemaal niet bij betrokken geweest? Ja, we zijn wel betrokken geweest en hebben daar vooral ook met onze leden het gesprek over gevoerd voor wie hebben jullie nou rondlopen? Welke mensen hebben jullie nou nodig om de zorg te kunnen leveren? Dus dat is echt een gesprek wat wij met leden gevoerd hebben en waar de inbreng in de werkgroep terug is gekomen.
Juist. Nou, de vragen komen binnen. Daar ben ik ontzettend blij mee. Blijf ze stellen. De vragen ook aan mijn gasten online. Job, er komt ook een vraag voor jou binnen. Waarom is vaktherapie opgenomen in het verblijfstarief eigenlijk? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat je die eerder aan Vincent moet stellen. Dat is niet in dit overleg besproken. Kijk eens even, Vincent. Ja, we hebben vooral gekeken naar die verblijfsdagen en hoe die het beste konden inrichten. En je wilt natuurlijk vooral als het gaat om verblijf, dat niet elke behandelaar die daar rondloopt, elke keer alles wat hij doet moet registreren. Dus we zijn gaan kijken van hoe kunnen we dat proces nou vereenvoudigen. We hebben zelfs gekeken of alle behandelaren in de klinische setting in de verblijfsdag opgenomen konden worden. Maar dat vonden we eigenlijk nog een stap te ver op dit moment. Hadden we de gevolgen nog niet helemaal van in beeld. Maar we hebben wel een eerste stap gezet door de vaktherapie daarin op te nemen. Dat die beroepen daar in elk geval niet meer tijd op behoeven te schrijven. En dat vereenvoudigt gewoon het administratief proces. En dat is eigenlijk de reden waarom we het gedaan hebben. Ja, Cornelis-Jan Lieneke vraagt ook, hoe zit het nou met de orthopedagoog-generalist? Wij dachten dat deze ook onder de tijdschrijvende beroepen zou gaan vallen, maar dat doet hij toch? Dat doet hij wel, inderdaad. Want in de lijst met overige beroepen, ik heb nog even opgezocht, daar staat hij tussen. Ja, dat klopt. Hij staat op de lijst met overige beroepen, de orthopedagoog-generalist. Nu is het natuurlijk wel zo, en dat is misschien de vraag achter de vraag, waarom valt dit beroep onder de lijst overige beroepen? En is er niet een aparte categorie voor gemaakt? Hè? Maar dat is een vraag van andere orde. Iedereen wil natuurlijk in de top 7. Ja, wij zien het niet als een rangorde overigens in die top 7. Want dan moeten we nog eens goed kijken naar die volgorde. Wij hebben nu vooral gekeken naar de volgorde die we van begin af aan hebben aangehouden. Ja. Nee, kijk, we hadden ook kunnen zeggen overige beroepen is nummer 1 en alles volgt erna. Ja. Maar kijk, wat belangrijk is, wat wij ook bekostigingstechnisch belangrijk vinden, is dat het wel homogene beroepen zijn. Hè? Dus dat de tarieven die daarvoor gemaakt worden ook naar gemiddeld gezien zo ongeveer kloppen. En dat het ook goed op elkaar aansluit. En wat wel het geval is, dat specifiek bij de orthopedagoog-generalist en best wat vragen binnengekomen zijn, die vooral dus samenhangen met twee dingen. De inperking in leeftijd die achter dat beroep is opgenomen. Hè? Want eigenlijk worden die beroepen toch vooral ingezet voor de jongvolwassenen en de mensen met een verstandelijke beperking. Dus daar zijn veel vragen over binnengekomen. Ja, jullie hebben letterlijk opgeschreven voor behandeling van patiënten van 18 tot 23 jaar en van patiënten met bijkomende verstandelijke beperkingen. Waar leest Maarten dat toch allemaal precies? Nou ja, dus op de website van zorgprestatiemodel.nl kun je klikken op downloads en daar kun je alles lezen. En bij beroepen is dit het vierde document. Juist. En daar zijn dus vragen over gesteld. En daar zijn we dus ook in landelijk verband nog over met elkaar in gesprek aan het gaan. Of dat de toelichting is die daarbij hoort. En het tweede, dat gaat dus over dat punt van vallen wij onder de overige beroepen? Hè, onder die categorie 8. Ja. Of zou eigenlijk dat een aparte categorie moeten zijn in het zorgprestatiemodel? En ook over dat onderwerp wordt landelijk op dit moment gesproken. En dat heeft ermee te maken dat er enkele beroepen zijn op die lijst overige beroepen, die ook vallen onder artikel 3 wet BIG. En artikel 3 wet BIG, nou, dat geldt voor een heel aantal andere beroepen, die hebben een aparte categorie. En voor eigenlijk een drietal specifieke beroepen op de lijst overige beroepen niet. En daar zijn we nu in het licht van het toekomstige beleid, hè, want je gaat ook beleid doorontwikkelen met elkaar, goed over het nadenken van oké, hoe willen we daar in de toekomst zo goed mogelijk invulling aan geven. Ja, Michiel Hengeveld, als ik jou dat dan mag vragen, betekent dat je nu in die werkgroep beroepen eigenlijk ook betrokken blijft, dat het niet nu eindigt, maar dat je met elkaar door blijft ontwikkelen? Ja, ik heb wel begrepen dat dat de bedoeling is en dat we ook met elkaar over de veldnormen gaan praten. Ja. En is dat belangrijk voor jou dat je, hè, ik stelde je op een gegeven moment de vraag van, we willen het kunnen koppelen aan de kwaliteit van zorg en dan goed die transparantie hebben. Wat is nou het belangrijkste waar jij op zult gaan letten de komende 2 jaar? Van, hey, hoe matcht nou deze lijst met de geleverde zorg? Nou, een beetje aansluitend op wat ik net zei, dat het wel zo is dat natuurlijk prima is dat allerlei beroepen met minder of lagere opleidingen hun nuttige werk doen in de GGZ, maar dat het wel duidelijk moet zijn welk werk zij kunnen doen bij welke patiënten. En dat het niet zo is dat alle beroepen bij alle soorten patiënten maar ingezet kunnen worden. En dat is wel iets waar ik zorg over heb en waar ik dus vind, want dat gebeurt nu nogal eens wel. En daar waar ik ga dus met name, zie ik daar mijn rol als strijdend lid van deze groep. Ja. Voor de kwaliteit strijdend dus, hè, zie ik mijn rol zeker nog wel voorlopig doorgaan. Ja. Zolang er nog leven is, zal ik maar zeggen. Caroline, we hopen dat je nog heel lang bij ons bent. Veilig in quarantaine, of heb je al een prik? Heb je tegen mij? Ja?
Ja, ik heb ze allebei al gehad. Dus ik kan weer, ik heb weer alle vrijheid. Ja. Gefeliciteerd. Carolien van Bracht, is dat voor jullie achterban, voor grote instellingen, wel een zorg geweest in dit proces? Van hey, kan ik nou alle mensen, alle professionals op al hun specialismen die binnen mijn instellingen actief zijn, op de juiste manier blijven declareren, direct of indirect? Ja, uiteraard dat als jij een hele hoop mensen in dienst hebt en je gaat ervan uit dat een deel gaat consulten registreren en een deel zit dan dus straks in die opslag, is de aanname. Maar als dus een heel stuk niet goed in die opslag terechtkomt, dan heb je wel gewoon ook een financieel probleem. Dus dat is zeker wel iets waar we ook met de NZA en de werkgroep tarieven en dergelijke meegedacht en meegerekend hebben. Daar komt ook een vraag op binnen voor jou, Carolien. Geeft de gelimiteerde lijst, want dat is dan dus deze lijst, geen prikkel om die beroepen niet meer in te zetten? Dus beroepen die buiten die lijst vallen? Nou ja, als je echt je organisatie volledig wil optimaliseren, ja, die prikkel is er. Maar ergens is het ook zo dat we hebben gewoon behoorlijke krapte op de arbeidsmarkt en we hebben gewoon heel veel goede mensen nodig. Dus je moet er ook op kunnen vertrouwen dat de tarieven goed zijn onderbouwd en goed uitgedacht. Er zijn echt nog wel wat kanttekeningen bij te maken, maar grosso modo kun je hier goed mee uit de voeten, denk ik. Dus je moet ook als organisatie daar gewoon slim in opereren en de juiste mensen uit het veld weten op te pikken. En die vooral ook in blijven zetten, want we hebben gewoon echt de mensen nodig. Oh, je kunt ook zeggen, als je werkgever bent en iemand wil tijdens het werk een vervolgopleiding doen, wat natuurlijk veel gebeurt, dan weet je nu waar die opleiding naartoe moet. Dan moet je in ieder geval zorgen dat je ergens in die lijst terechtkomt. Absoluut, zeker. Hè? Dus misschien is het die kant wel toch een soort van prikkel, kan ik me zo voorstellen, Cornelis-Jan. Nou, kijk, wat Carolien die verwoordt dat mooi, dat kunnen we niet helemaal ontkennen dat er misschien een bepaalde prikkel van uitgaat. Maar wij kunnen niet anders dan toelichten hoe het systeem werkt en hoe het model werkt. En dat dus absoluut is dat er een heel aantal beroepen gewoon in die opslag verwerkt zijn. En dat wij ervan uitgaan dat zeker als het gaat om de instellingen en dergelijke die zich inzetten voor veel groepen patiënten, dat die niet alleen oog hebben voor het feit, kan een beroep consulten registreren, maar vooral voor het feit van welke beroep heb ik nodig om die passende zorg te leveren. Ja. Maar wij kunnen niet uitsluiten dat er zo'n prikkel ontstaat. We kunnen alleen blijven uitleggen hoe het werkt. Ja, Cornelis-Jan, er komt ook nog een vraag van Muriel binnen. Betekent de hardhoudsclausule dat de WO-psycholoog, waar we het net even over hadden, nu definitief op de lijst staat, of betreft dit een overgangssituatie? Iemand wil zekerheid. Goed dat je het vraag stelt. En terecht ook. Kijk, wij, ik denk dat we vooral met elkaar laten zien, door het toepassen van die hardhoudsclausule, dat wij oog hebben voor continuïteit van zorg. En voor zekerheid ook voor die groep van behandelaren, die grote groep behandelaren die behandelt in de GGZ. En daar is op dit moment geen termijn aan gekoppeld, zegt er gelijk bij. En dat heeft vooral te maken met het feit dat die veldafspraak de eerste stap is die we maken. Maar we willen nu de stap gaan maken naar een veldnorm. En dat is eigenlijk nog een stapje zwaarder, waarbij het ook een officiële kwaliteitsnorm gaat worden. En wij dan ook met elkaar nogmaals heel goed kijken naar die criteria, maar ook nogmaals kijken naar al die beroepen die gaande zijn. En dat wij ook weten dat er bij allerlei van dat soort beroepen ook allerlei ontwikkelingen gaande zijn. Ja. Om de kwaliteit steeds verder te verbeteren. Dus ik wil het niet een overgangsperiode noemen, maar er is op dit moment geen periode aan gekoppeld. Feit is wel dat het nu via de hartstikke is toegelaten. En feit is ook dat wij een volgende fase ingaan waarin wij dit dus een stap verder willen brengen naar een officiële kwaliteitsnorm. En dan heb je altijd met elkaar een nieuw moment om te kijken, hey, hoe staat het ervoor? Ja. Job, dan nog een vraag aan jou ten slotte. Als je kijkt naar de inzichten die de verzekeraar nu dus veel meer krijgt over wie wat doet, hè, vanuit dat zorgprestatiemodel met deze lijst aan beroepen. Wat verwacht jij dat de verzekeraar met dat inzicht de komende 2 jaar gaat doen? Want dat is natuurlijk wel iets wat de beroepsprofessionals vragen, omdat dat vroeger was het toch iets minder duidelijk en dat had ook wel een voordeel. Een soort van beroepsgeheimachtig gevoel misschien. Nou, dat hoop ik toch niet dat het helemaal zo werkt. Nee, wat wij daarmee gaan doen is, wat ik eigenlijk al aangaf bij de beantwoording van de eerdere vraag, het gesprek voeren. Ja, dus proberen, we gaan waarschijnlijk spiegelen, dus we gaan de praktijken met elkaar vergelijken. Dat kunnen we misschien zelfs op landelijk niveau gaan doen. En dan het gesprek aangaan met aanbieders om uit te laten leggen waarom er zoveel verschil in variatie is. Dus het gaat er niet zozeer om. Dat is voor jullie het grote belang dat je dat inzicht krijgt. En dan, dat is natuurlijk vanuit aanbieders
Ja, kan dat als een soort van dreiging gezien worden? Van, hey, wacht eens even, dan word ik gebenchmarkt en dat hoeft niet positief uit te pakken. Nou, dat hangt er een beetje vanaf wat de consequentie zou zijn. Hè. Ik hoor dan een beetje in deze vraag van dat we dan gaan afkeuren of terugvorderen. En volgens mij hebben we deze lijst opgesteld en ik sluit me daar wel bij Michiel aan. Omdat je kwaliteit wil verbeteren. Hè. Dus je gaat met elkaar het gesprek voeren over wat levert dit nou op, deze inzet van bepaalde behandelaren. En is dat inderdaad beter voor de patiënt of kan het ook met minder of is er juist meer nodig? Ja, dus het kan ook betekenen dat we bijvoorbeeld juist zeggen van er zou wel een tandje bij mogen. Het is echt het gesprek over de zorg en niet zozeer over de kosten in dit opzicht en de kwaliteit. Juist. Ik wil jullie alle drie enorm danken voor het beantwoorden van de vragen. Wij gaan nog een half uurtje verder met de andere onderwerpen. Blijf erbij. Wellicht dat er nog vragen voor jullie binnenkomen over dit thema. Dat mag, jongens. Ik zeg tegen de kijkers, jongens, stel je vragen. We zijn nog een half uurtje bij jullie. Maar voor nu in ieder geval alvast Carolien van Brachten, Michiel Hengeveld en Job van Huizen. Dankjewel voor jullie antwoorden. Dan gaan wij een stapje zetten naar, ik zei het al, nieuwe publicaties die er op de website zijn verschenen, specifiek gericht op de setting. En ik zei ook al tegen jullie, ja, waar staat die website dan? Nou ja, zorgprestatiemodel.nl, zoek even op downloads. En er staat een enorme lijst, ook weer aan documenten die deze maand verschenen staan. Bij elk document staat altijd de publicatiedatum erachter, wel zo fijn. En daar staat weer een hele hoop bij, Cornelis-Jan. Ja, er staat heel veel informatie bij. Onder andere heel veel uitleg van de regelgeving, hoe je bepaalde dingen moet lezen. Maar ook het verhaal van Vincent, hè, over de tarieven. Ja. Juist. De tarieven staan erop. Daar gaan we het even over hebben. En een grote factsheet over die regelgeving, die wil jij dan toelichten. Maar Vincent, eerst maar eens eventjes naar die tarieven toe. Want we zeiden het al aan het begin, ze zijn nu definitief vastgesteld. Ja, ze zijn nu definitief vastgesteld, dus een mooie stap. Hij zat de partij ook echt op te wachten om eigenlijk 2022 tarieven te krijgen. We zijn heel blij dat we die hebben kunnen uitgeven. Ja, wat valt er over te zeggen? Heel kort hoor, ik ga niet helemaal de diepte in. Maar in elk geval belangrijk om te weten, wat is er nou gepubliceerd van namens de NZA? Nou, enerzijds de tariefbeschikking. Vorige webinar heb ik uitgelegd, dat is een soort van formeel document. Maar daarbij zit een bijlage en dat is eigenlijk de tarievenlijst. In die tarievenlijst zijn dus alle tarieven voor 2022 weergegeven. Voorheen was het dus alleen dus de 21 tarieven die niet zijn geïndexeerd. En hier is dus een index bijgekomen, dus dat is heel mooi. Het andere document wat we hebben gepubliceerd is een verantwoordingsdocument over de tarieven. En in dat verantwoordingsdocument hebben we eigenlijk uitgelegd hoe we de tarieven hebben berekend. Er zijn heel veel, er zit best wel ingewikkelde rekensystematiek achter om te zorgen dat het echt goede tarieven zijn. Nou, dat verantwoordingsdocument hebben we opgesteld om daar gewoon helemaal transparant over te zijn. Dus als jullie vragen hebben over hoe die tarieven precies zitten, ik zou eerst even naar het verantwoordingsdocument kijken of de vragen daarin worden beantwoord. En als je er echt niet uitkomt, dan kan je altijd de vragen nog naar de NZA zelf stellen. Maar dat document zou al veel vragen moeten kunnen beantwoorden. Wil ik kort even vertellen wat er nieuw is aan die publicaties die hebben uitgegeven. Want we hebben daar al best wat vragen over binnengekregen. Het heeft ook voor mij een klein beetje tot verwarring geleid. Dus het is wel goed om even toe te lichten wat daar dan precies is veranderd. Als eerste is er een aanpassing gedaan in de prestatiecodes. Op zich zijn mensen daar niet zo blij mee. Als we eerder codes hebben uitgeleverd, dan willen ze eigenlijk dezelfde codes kunnen inladen in het systeem. Maar we hebben wel goed overwogen wat we hebben gedaan. De prestatiecodes die we eerder hadden uitgegeven, hadden 8 karakters. Nou, bepaalde systemen konden dat helaas niet goed inlezen, konden dat niet aan. Dus we hebben dat teruggebracht naar 6 karakters. Het was gewoon even nodig om dat allemaal goed geautomatiseerd te kunnen laten plaatsvinden. Nou, ik noemde net ook al, de index is er overheen gegaan van richting 2022. Ik weet niet helemaal zeker, maar voor mij lag de index ongeveer 1,7% dit jaar. Nou, dat is erbij gekomen. Er zijn enkele prestaties die volgens mij nog niet zijn geïndexeerd. Dat zijn de prestaties die uit de WLZ afkomstig zijn. En dan zijn het over de ZZP's en de extramurale parameters. De index van die prestaties loopt mee met de indexaties van de WLZ. Dus vandaar dat die later komen. Nou, dat zijn twee belangrijke punten. Wat ook belangrijk is om te melden, dat we een aantal schoningen hebben gedaan op onbetrouwbare waarnemingen. Nou, je kan je voorstellen dat zorgprestatiemodel uit heel veel verschillende prestaties en tarieven. Meer dan 1000 en voor iedere prestatie moeten we een tarief berekenen. Maar het kan best wel zijn dat bepaalde prestaties maar heel weinig voorkomen. Althans, als we dat simuleren naar de DBC, dat we maar heel weinig waarnemingen hebben om een bepaald tarief vast te stellen. Nou, als je weinig waarnemingen hebt, dan kan er sprake zijn dat je gemiddelde niet stabiel is. En dan kan je met je rare uitschieters kijken. Nou ja, dat willen we niet meenemen naar het zorgprestatiemodel. Dus vandaar dat we die onbetrouwbare waarnemingen
hebben geschoten. Nou, we hebben op een hele nette manier gedaan dat we eerst een beoordelingskader hebben opgesteld van wanneer je dan onbetrouwbaar bent. Nou, dat beoordelingskader hebben we toegepast op die tarieven en daar, op basis daarvan zijn dus de onbetrouwbare waarnemingen geschoond. Nou, dat hebben we vervolgens opgelost, hè, de weggevallen waarneming met interpolatie. Dus dat je dan kijkt van oké, als een tarief van 30 minuten wegvalt, dan kan je kijken, hè, wat is het tarief van 15 minuten, wat is het tarief van 45 minuten. Op basis daarvan kan je tot een goed tarief voor 30 minuten komen. Nou, een tweede punt wat we hebben gedaan is dat we de indirecte tijd op een iets andere manier hebben verdisconteerd in de tarieven voor die prestaties. Dat hebben we op een meer modematige manier gedaan. En dat had er ook mee te maken dat als we zagen naar de indirecte tijd, dat er ook best wel veel onbetrouwbare waarnemingen in zaten, waardoor de spreiding best wel groot was. Waardoor we echt een iets andere benadering moesten kiezen om tot nette tarieven uit te komen. Dus we hebben op een iets modematige manier die indirecte tijd verdisconteerd. En dat betekent dat we niet per setting, per beroep, per consulttype, per tijdseenheid gekeken hebben hoeveel minuten worden daar gemiddeld ingeschreven, maar dat we meer op landelijk niveau hebben gekeken hoeveel indirecte tijd wordt er in setting X geschreven, hoeveel indirecte tijd wordt er door beroepscategorie X geschreven, en dat we meer vanuit landelijk gemiddelde naar een verdiscontering van indirecte tijd zijn gegaan. Dat hebben we ook gedaan omdat de opbouw van de tarieven daardoor een stuk logischer wordt. Ja, als we dat niet hadden gedaan, dan was het bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat een tarief van 5 minuten, dat dat een hoger tarief had gehad dan een tarief van 15 minuten. Ja, dat is natuurlijk een beetje raar. En dan krijg je ook een beetje rare gedragseffecten. Hè? Dan moet de behandelaar gaan nadenken van oké, ik kan beter een 5 minuten consult gaan registreren. Dan krijg ik meer voor dan een 15 minuten consult. Nou, dat heeft te maken met die indirecte tijd die er dan een beetje raar in zit. Ja, dus die modematige manier door meer op landelijk niveau te kijken naar die verdeling van indirecte tijd, dat geeft gewoon een nettere opbouw van tarieven die beter te volgen en uit te leggen is. En dat is denk ik een belangrijke stap die we nu hebben gezet met het vaststellen van de tarieven. Nou, is nog één laatste correctie die we hebben gedaan. Omdat we dus een aantal waarnemingen hebben geschrapt, is er ook een aantal minuten zijn eigenlijk verdwenen uit de tariefberekeningen. Terwijl we altijd wel hebben gezegd, we gaan de tarieven van het zorgprestatiemodel op een macro-neutrale manier rondrekenen met de DBC-tarieven. Dus ja, om al die weggegooide minuten, om het zo te zeggen, weer te corrigeren, hebben we een macro-correctiefactor ingevoegd om die verloren minuten ook een plek te geven in het nieuwe model. En dus dat is in het kort eventjes wat we hebben gedaan om die tarieven net te maken. Nou, het zijn voor mij hele mooie tarieven geworden nu. We zijn blij dat we die hebben kunnen publiceren. Nou, komen nog enkele laatste tarieven die nu nog niet zijn ingevuld. Die komen nog rond 1 juli. Het zijn een aantal prestaties die meeliepen in meer het reguliere proces. Zoals bijvoorbeeld RTMS en ECT. Dat zijn nog een aantal punten waar de tarieven niet helemaal voor rond zijn. En rond 1 juli hebben we daar de definitieve tarieven ook van. Dat was het wat mij betreft, Maarten. Dankjewel. Ik kon het niet helemaal volgen, maar gelukkig zijn Vincent of Esther, Hilde en Esther bij mij. Want die stellen namelijk slimme vragen. Oh, yeah. Dus, Hilde zegt namelijk, fijn dat je weer kijkt. Het vorige webinar werd er gezegd dat er slechts enkele procenten op en af zouden gaan in verband met indexering. Maar als ik de tarieven van april tegen de tarieven van mei aanleg, zitten er grote wijzigingen in tot 25% in alle type consulten. Hoe kan dat? Nou, dat heeft dus te maken met dat hele lijstje wat ik net op heb genoemd. Het is niet alleen de index die er overheen is gegaan, maar er zijn ook schoningen plaatsgevonden en die monomatige manier van het verrekenen van indirecte tijd, die kan op prestatieniveau best grote verschuivingen met zich mee hebben gebracht. En want als je bijvoorbeeld een hele hoge uitschieter hebt, een heel hoog tarief dat veel te hoog was door een rare uitschieter, dan hebben we die als onbetrouwbaar gemarkeerd, hebben we geschoond. En daar is een ander tarief voor in de plaats van. Van die 1000 tarieven, bij hoeveel hebben we een percentage als 25% uitschieter? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Is dat een heel klein groepje of is dat best wel stevig door de lijst heen? Wat wij hebben gedaan is van welke tarieven hebben nou alleen maar het meeste, welke gewijzigde tarieven hebben nou het meeste impact gehad op aanbieders. En wat je dan ziet is dat zijn met name de tarieven van de 5 minuten consulten of de 120 minuten consulten. En dat zijn juist de tarieven waar gewoon de meeste onbetrouwbaarheid zat. En we hebben ook even gekeken van zijn die tarieven nou echt logischer geworden en beter geworden. Gewoon kijken naar de opbouw van de tarieven met deze wijziging. En eigenlijk op alle tarieven die we hebben beoordeeld, hadden we gezien van dit is echt wel een goede stap die we nu zetten. Want als we dat niet hadden gedaan, hadden we een hele rare, onlogische opbouw van de tarieven gekregen. En dan krijg je zo'n situatie als ik die juist schetste. Ja, dat je als behandelaar denkt van ik kan eigenlijk een 30 minuten consult declareren, maar het is gunstiger financieel om een 15 minuten consult te declareren. Dat soort dingen wil je gewoon niet hebben. Dus op tariefniveau zijn er best nog wel grote verschuivingen geweest. Het kan natuurlijk ook dat aanbieders die daar veel gebruik van maken, die impact ook zien. Ja. Dat is het geval. Maar we vinden wel dat dit echt veel betere tarieven zijn dan tarieven die we eerder waren. Hilde, ik hoop dat een antwoord is op je vraag en kwaliteitsverbetering van de tarievenlijst. Toen mijn dochter op Koningsdag spullen verkocht bij ons voor de deur, want we moesten het klein houden. Het mocht alleen op het stoepje voor de deur. Zelfgemaakte armbandjes. 1 armbandje was 50 cent, 2 was 85 cent, 3 was 1,40 euro.
Dat had ze allemaal opgeschreven op een groot papier en ik zat ernaar te kijken en ik dacht, nou, dat is een interessante tarievenlijst. Ja, reken hem even door, zou ik zeggen. Maar goed, Esther stelt ons de vraag. In de vorige versie stond een mooie toelichting over de opbouw van de tarieven. Directe en indirecte tijd en minuutprijs. Oh ja. Die zijn nu verdwenen en waren heel nuttig voor ons intern besturingsmodel. Gaan jullie die weer opleveren? Kijk, we hebben dit gedaan omdat we de tarievenlijst die we nu hebben uitgegeven is een formeel document. Ja. Het is een formele tarieflijst bij de tariefbeschikking. Dus die moet ook alleen bevatten wat die zou moeten bevatten. En dat zijn de tarieven voor de prestaties. Maar die andere achtergrondinformatie heb je de vorige keer bijgezet om inzicht te geven in hoe het werkt of zo? Ja, gewoon omdat we zo maximaal transparant mogelijk willen zijn. Hè, hoe we de boel hebben gedaan. Dus dat gaf inderdaad meer transparantie. We hebben dat nu niet gedaan omdat het formeel gaat om de tarievenlijst zoals we die formeel hebben vastgesteld. Maar op zich sta ik er open voor als daar behoefte is om die transparantie voor de nieuwe tarieven te geven. In ieder geval is bij Esther de behoefte om dan een versie te krijgen met die achtergrondinformatie erbij. Dit was al een soort van halve toezegging, dus volgens mij kunnen we dat wel gaan doen. Oké, goed, de wethouder komt bij de toezegging. Daar zijn we ontzettend blij mee. Dankjewel. Een goede vraag, jongens, dankjewel. We gaan even een stapje zetten naar een nieuwe factsheet over regelgeving die ook online is gezet. Cornelis Jan, je wil daar een aantal dingen van toelichten. Setting, basis GGZ, onderlinge dienstverlening, een aantal zaken. Neem ons even mee. Ja, dat zal ik doen, dankjewel. Om mensen niet te laten schrikken van dit soort dingen. We hebben niet nieuw beleid gepubliceerd. Het beleid staat al vast geruime tijd. De regels zijn ook al geruime tijd bekend. Maar we zien wel dat over een aantal onderdelen van de regelgeving regelmatig vragen gesteld worden. En wat wij proberen te doen dan is door factsheets te publiceren of bepaalde informatie gegroepeerd uit te leveren. Vragen af te vangen en mensen in het veld te faciliteren om op een goede manier invulling te geven voor hun eigen praktijk binnen de aanbieder of bij de zorgverzekeraar. Dat is wat we gedaan hebben. Dat zien we hier ook staan. Er zijn een aantal nieuwe factsheets gepubliceerd. En die dus geheel in lijn zijn met de regelgeving. Maar waarbij wij wel met elkaar geconstateerd hebben. Het is goed daar een stuk toelichting op te geven. Een van die onderdelen is dus het onderwerp setting. En setting is natuurlijk een belangrijk element in de nieuwe bekostiging. Want het bepaalt mede hè, in welke tariefgroep je als het ware valt. Hè. We kennen die consultindeling allemaal. En een van die onderdelen die uiteindelijk tarief bepaalt is dus die setting. Dus er kwamen ook veel vragen over wanneer moet ik welke setting toepassen. Is dat een afweging die ik maak? Is dat automatisch af te leiden? Allemaal van dat soort vragen. Wat wij gedaan hebben is in één factsheet eigenlijk de regelgeving uitgelegd rond setting. En dat begint eigenlijk met een aantal uitgangspunten. En ik ga dat niet voorlezen wat die staat, maar die staan allemaal in die factsheet. Maar een aantal belangrijke uitgangspunten zijn onder andere dat de setting die geldt alleen bij consulten. Wij krijgen ook eens vragen waarom geldt het niet bij groepsconsulten of niet bij verblijfsdagen en dat soort dingen. Hij geldt alleen bij consulten en dat heeft alles te maken met het feit dat de setting natuurlijk ook is geïntroduceerd om op een adequate manier indirecte tijd en dergelijke te verrekenen in de consultprestaties die we met elkaar kennen. En daarin ook als het ware onderscheid te maken naar de zwaarte van het aanbod van zorg. En dat was niet nodig voor die andere type prestaties. Daar was de indeling die we daar hebben bedacht voldoende. Wat ook een belangrijk uitgangspunt is dat je één setting tegelijk hebt. Je kan niet op eenzelfde moment sprake zijn van twee settingen. Het kan wel zo zijn dat bepaalde settings elkaar op kunnen volgen in tijd. En dat noemen we dan serieel. Maar het is niet zo dat bij één aanbieder tegelijk meerdere settingen van toepassing kunnen zijn. Dat betekent ook dat er zijn ook aanbieders in het veld die echt maar zorg leveren vanuit één setting. Die hoeven zich dus ook verder helemaal geen zorgen te maken of druk te maken over met seriële settingen of wat dan ook. Omdat voor hen alleen één setting van toepassing is. De meest voorkomende daarvan is denk ik de eerste setting, setting 1. Dat gaat over ambulant kwaliteitsstuut sectie 2. Dat zijn dus eigenlijk de vrijgevestigde aanbieders die zorg leveren. En dat doen zij altijd binnen die ene en diezelfde setting. En dat is dus setting 1. Er zijn ook zorgaanbieders die eigenlijk hoofdzakelijk monodisciplinaire zorg leveren. En er ook bewust voor kiezen om die zorg ook alleen in die setting te houden. Dat betekent in zo'n situatie dat ook maar één setting op zo'n aanbieder van toepassing is.
Maar er zijn natuurlijk ook veel aanbieders die wel zorg leveren vanuit verschillende settings. Ja, en daar heb je met elkaar ook de regelgeving te volgen om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk de juiste setting toepast. Dan blijf ik daarbij benadrukken dat elke aanbieder zelf verantwoordelijk is om voor de eigen zorg die hij levert de juiste setting te bepalen. Dus als het de situatie zo is dat een patiënt in behandeling is bij meerdere zorgaanbieders, dan behandelt elke aanbieder, hè, een patiënt vanuit zijn eigen behandelplan. En in dat geval bepaalt dus ook elke zorgaanbieder zelf welke setting op dat moment van toepassing is voor die patiënt. Hier zien we de settings op een rij staan. Hè. Die hebben we al vaker langs zien komen. 8 settings in totaal. Waarvan 2 settings ook specifiek, hè, 6 en 7, voor de forensische en de beveiligde zorg. En wat wij heel belangrijk vinden, en dat hebben we ook uitgebreid uitgelegd in die factsheet settings, is dat er een aantal settings zijn, 5 van de 8, waarin eigenlijk de setting al volgt uit de feitelijke omstandigheden die van toepassing zijn. Even een bekend voorbeeld, klinisch. Hè? Dus als een patiënt is opgenomen voor de GGZ, en dan heb ik het even niet over de beveiligde zorg, dan is altijd setting 5 van toepassing. En dat is een feitelijke omstandigheid die dan van toepassing is, namelijk die opname. En die zorgt ervoor dat die eigenlijk overroelt over de andere settings heen, als het ware. Nou, setting 1 had ik net al uitgelegd. Hè. Ben je vrij gevestigd, dan lever je per definitie zorg in ambulant kwaliteitsstuut sectie 2. Dus dat is setting 1. Hiervoor verwijzen we graag naar de factsheet verder, want daar staat een tabel in, tabel 2. En daar zie je precies welke feitelijke omstandigheden nu leiden tot welke setting. Daarnaast hebben we 3 settings die eigenlijk bepaald worden door de behandelaar. De behandelaar bepaalt zelf welke setting daar van toepassing is. En om dat proces te ondersteunen, hebben wij in lijn met de regelgeving in de factsheet een soort afwegingskader opgenomen. Wanneer is er nu sprake van monodisciplinair, wanneer is er nu sprake van multidisciplinair en wanneer spreken wij nu van outreachend? En dat afwegingskader, dat is dus tabel 3 in de factsheet, die geeft daar antwoorden op. En die kun je ook in de praktijk gebruiken om uiteindelijk de juiste setting toe te passen. Dus ik zou zeggen, lees dat goed door, neem dat goed tot je. En dat zal helpen in de praktijk om setting in te richten. Ik wil setting dan afsluiten met een soort praktijkvoorbeeld. Hoe kan het in de praktijk gaan? Nou, dat zien we hier uitgetekend. Dit gaat in dit geval over een instelling in de GGZ die zorg levert, maar ook verblijfszorg kan leveren. Het zijn heel veel bolletjes die je hier ziet staan, maar wat we hier bovenin zien staan zijn de dagen. We zien die 14 dagen uitgetekend. Wij zien daaronder allemaal rondjes staan. Die rondjes, dat zijn consulten. En consulten worden vastgelegd in het zorgprestatiemodel, zoals jullie weten, op basis van feitelijk geleverde zorg. Nou, deze patiënt is binnengekomen in setting 2. Daar was dus de verwachting bij dat die patiënt behandeld zou gaan worden in een monodisciplinaire setting. En we zien daar 2 consulten staan. En we zien dat eigenlijk na dat tweede consult er iets gebeurd is in de afweging van de behandelaar. En dat kan te maken hebben met dat er een verandering in het behandelplan is gekomen. Dat de klachten verergerd zijn. Dat er dingen zich hebben voorgedaan waarbij de behandelaar uiteindelijk heeft gezegd, Oké, we gaan deze patiënt op dit moment toch multidisciplinair behandelen. Nou, en dat zien we dan ook gebeuren. Dat is dus een afwezingsmoment. En je ziet ook de consulten die daarna volgen. Die zijn dus ook in setting 3. En setting 3 is ambulant sectie 3, dat is instelling multidisciplinair. Nou, wat is er gebeurd op dag 5? Dat zien we daar staan. Dan is de patiënt, wordt de patiënt opgenomen. En dan zagen we net, dan zijn de feitelijke omstandigheden, want dat is setting 5, dan zijn de feitelijke omstandigheden leidend. Dus dat betekent dat tijdens die opname, en dan dat wat geïllustreerd wordt door die grijze blokjes, alle consulten die binnen die opname uitgevoerd worden, dus vallen onder setting 5. Dat is dus de klinische setting. En we zien op dag 10 wordt de patiënt ontslagen van opname. En dan zie je dat de patiënt weer teruggaat automatisch naar de setting multidisciplinair. Hoe ook de behandeling was ingezet voorafgegaand aan de opname. We hebben eronder ook nog even die verblijfsdagen laten staan. En waarom dan in dit figuur? Dit gaat over setting. Nou, vooral even om te benadrukken en ook om te laten zien dat verblijfsdagen niet altijd één op één lopen met welke setting een bepaald
op een bepaald dag van toepassing is. Die verblijfsdagen worden vastgelegd per dag. Daar gelden eigen regels voor. Dat zijn regels die we ook nu al kennen. En er zitten ook bepaalde tijdspannen aan vast die uiteindelijk bepalen of je wel of niet een verblijfsdag hebt. Nou, in dit voorbeeld zien we dus dat voor de patiënt van dag 5 tot en met dag 9 er verblijfsdagen worden vastgelegd. Maar dat die consulten echt gekoppeld zijn aan het moment waarop de patiënt feitelijk is opgenomen. Dus op die dag 5 waarop de patiënt wordt opgenomen, na die opname zelf, zijn er dus klinische consulten. En op dag 10 zien wij, dan wordt de patiënt dus ontslagen. Dat is dus op een tijdstip geweest waardoor er geen verblijfsdag meer in rekening mag worden gebracht voor die dag 10. Maar tot het moment van ontslag nog wel klinische setting geldt. Nou, dit figuur illustreert het allemaal in één. En wij hopen ook dat dit soort voorbeelden helpen om dat uiteindelijk adequaat in te richten. Want het mooiste is natuurlijk als dit zo goed mogelijk wordt ondersteund door de EPD's de vastlegging hiervan. Tot slot wil ik eigenlijk nog stilstaan bij twee andere dingen die we hebben gepubliceerd. En dan klik ik even 3 slides terug. We hebben nog twee andere, we hebben meer facsheets gepubliceerd, maar op twee andere facsheets wil ik even jullie aandacht vestigen. Er is een factsheet gepubliceerd over de basis GGZ in het zorgprestatiemodel. Er zijn ook best wat vragen over binnengekomen. En die factsheet legt eigenlijk uit dat wij in het zorgprestatiemodel werken met 1 set aan prestaties. Voor zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ, als de FZ en dergelijke. Maar dat de basis GGZ nog wel zichtbaar wordt gemaakt in het zorgprestatiemodel. En hoe maak je dat dan zichtbaar? Nou, dat staat in deze factsheet uitgelegd. Maar dat doen we doordat bij de basis GGZ-patiënten de profielen nog wel worden vermeld op de nota. En dat betekent dat de profielen kort, middel, lang, dat eigenlijk informatieelementen zijn die uiteindelijk meegaan op de nota, waardoor zichtbaar wordt, oké, dit is basis GGZ. Bij de gespecialiseerde GGZ gaat niet die profielen meer mee, maar daar wordt alleen de DSM-hoofdgroep vermeld op de nota. Lees hem door, zou ik zeggen. Als er nog vragen over zijn, stel ze. Maar deze factsheet geeft antwoord op de vragen over de basis GGZ in het zorgprestatiemodel. En wat daarbij belangrijk is, we hebben geen maximering van consulten daaraan gekoppeld. Dit is puur een informatie-element om te laten zien van, hey, dit is basis GGZ. Want afspraken over aantallen consulten en dergelijke, ja, die zullen in het veld gemaakt moeten worden. En daar hebben we in deze bekostiging geen maximering of iets dergelijks voor ingericht. Tot slot onderlinge dienstverlening, een andere factsheet die we hebben gepubliceerd. Wij hebben daar eerder een factsheet over gepubliceerd, maar dit is een update ervan. En waarom? Wij hebben natuurlijk heel veel oren en ogen in de sector. Want er zijn een paar honderd mensen die mee met ons denken in dat hele programma zorgprestatiemodel. En er zijn ook heel veel EPD-leveranciers. Die leveren ICT uit voor zorgaanbieders die ook heel goed met ons meedenken. En wij hebben geconstateerd op basis van al die input die we gehad hebben, dat onderlinge dienstverlening het beste om de implementatie te voorspoedigen op 1 manier maar in rekening gebracht kan worden. Oorspronkelijk hadden we het idee dat onderlinge dienstverlening eigenlijk wel op 2 manieren in rekening gebracht zou kunnen worden. Namelijk in rekening brengen bij degene die onderlinge dienstverlening heeft aangevraagd. Of in rekening brengen direct bij de zorgverzekeraar. Nu hebben we geconstateerd van het direct in rekening brengen van onderlinge dienstverlening bij de zorgverzekeraar. Dat vraagt eigenlijk een hele vernuftige informatieuitwisseling tussen zorgaanbieders. Dat is een enorme ICT-operatie als je dat wil realiseren. Nou, dat gaan we niet redden voor 2022. Dus wij spreken met elkaar af in het veld dat onderlinge dienstverlening altijd in rekening gebracht wordt aan degene die onderlinge dienstverlening heeft aangevraagd. Daarop zijn wel de prestaties van toepassing en ook de tarifering van toepassing van de NZA. Staat allemaal in factsheet uitgelegd. Maar we hebben gezegd, we gebruiken in het jaar 2022 de route om onderlinge dienstverlening dus bij de aanvragen van onderlinge dienstverlening in rekening te brengen. En we hopen dat in de doorontwikkeling van het zorgprestatiemodel ook de andere route gerealiseerd kan worden. En daar gaan we met elkaar ook aan werken om dat in de doorontwikkelingsagenda op te nemen. Dat was eigenlijk mijn toelichting bij de regelgeving. Wauw, dankjewel. En mooi dat jullie die factsheets hebben gemaakt, want dat is dus heel erg geconcentreerd per thema in een aantal pagina's, mooi vormgegeven. Heldere informatie, goed uit te printen, misschien te delen in je organisatie. Dat is het doel daarvan. Dat is het doel daarvan, ja. Precies. Nou ja, daar komen ook fantastische vragen voor binnen. We hebben vandaag een zeer goed onderzoekend en geïnformeerd publiek. Cornelis-Jan, let op.
Hoe verhouden de beroepen zich tot de disciplines zoals in de beschrijving van de setting, met name 2 en 3? Anders gezegd, is er een indeling vastgelegd welke beroepen onder dezelfde discipline vallen in verband met de bepaling, setting, mono of multidisciplinair? Inderdaad, interessant. Als ik de factsheet bekijk, ik heb me hier voor me liggen. Setting 2, ambulant kwaliteitsinstituut sectie 3, monodisciplinair. En dan wordt er dus gesproken over een discipline. Ja. En zij vraagt, ja, we hebben net een uur gepraat over beroepen. Ja, ja. Nou goed, Vincent zal beamen. Kijk, wij hebben er ook over gesproken, want wij kregen die vragen binnen. En Vincent ook als, natuurlijk als regelgever. Kijk, dat is verwarrend. Wij bedoelen met disciplines gewoon beroepen. Laten we daar duidelijkheid over zet ik even streep doorheen. Ga door. We hopen daarmee ook gelijk die onduidelijkheid weg te halen. Als we spreken over disciplines, bedoelen we dus inzet van verschillende beroepen. En we zullen ook bij, in volgende communicatie er ook wat scherper op zijn dat we niet te veel verschillende terminologieën gebruiken. Want dat kan allerlei vragen oproepen. Ja. Maar eigenlijk die mooie beroepenindeling die we hebben in het sollicitatiemodel. Elk beroep kan je daar zien als een discipline. Juist. Ja, taal is belangrijk. Ja, het is belangrijk natuurlijk. Het is regelgeving en we begrijpen dat het verwarrend is. Hè? Dus we gaan het ook in de B-release, het nieuwe vaststellen van de rails, gaan we dit even verduidelijken. Juist. Oké. Okay. Vindt de controle achteraf plaats op de keuze van de setting? Wie? Cornelian? Nou, kijk, wat belangrijk is dat... We controleren natuurlijk niet landig. Dat zijn verzekeraars die er bijvoorbeeld controles op kunnen uitoefenen. Kijk, het belangrijkste is dat je het aan de voorkant goed inricht. Want als we die ontwerpcriteria, waar we elk webinar mee beginnen, langs laten komen, dan zie je dat wij heel erg dit model hebben opgezet vanuit het idee dat je het proces op een dusdanige manier inricht dat de factuur die eruit voortkomt goed is. Ja. En juist dat is heel erg aan te bevelen bij het inrichten van setting. Zorg nu dat je je proces op zo'n manier inricht dat je geen controle meer nodig is aan de achterkant. Maar misschien kunnen we nog even naar Job toe van de zorgverzekeraar. Lijkt me een hele goede, Job van Huizen. Controle achteraf op de setting. Gaan we dat doen als verzekeraar? Nou, het zou inderdaad het mooiste zijn als het niet nodig was. Dus in principe gaan we uit van wat de aanbieder aangeeft dat wordt geleverd. Ik moet daar wel bij zeggen dat ik heb al wat gesprekken hierover gevoerd. En dat zeker over het verschil tussen setting 3A en 3B. Dus de mono- en multidisciplinair binnen een instelling wel veel verschillen zijn qua interpretatie. Dus ik wil ook daar aanraden om vooral inderdaad heel goed de regelgeving en de factsheet te lezen wat daaruit bedoeld wordt. Maar inderdaad, stel dat een aanbieder zal aangeven van het is altijd, of die declareert 3B, dus de multidisciplinair, en uit de data blijkt dat het altijd maar één behandelaar is, dan zou het heel vreemd zijn. En ik denk dat het ook heel begrijpelijk is vanuit ons perspectief. Ik denk dat ook iedereen dat kan begrijpen, dat we dan wel in gesprek gaan. En als het echt misbruik is, ja, dan zal er een controle volgen. Dus we houden dat zeker in de gaten. Maar we houden ook rekening met, stel dat het inderdaad multidisciplinair, dat is toch het meest voorkomende voorbeeld. En dan gaan we echt niet per traject kijken van, zijn er altijd drie behandelaren betrokken? En dan gaan we wel weer veel meer uit van, je moet kunnen verantwoorden vanuit het dossier waarom je die keuze hebt gemaakt. En wat Cornelis-Jan al aangaf, dat je aan de voorkant ook op procesniveau moet kunnen aangeven hoe je die indeling hebt gemaakt aan de voorkant. Ja. Ja, helder. Want we zijn natuurlijk in de sector ook bezig met horizontaal toezicht. En daar moet dit ook bij passen. Dat je dus juist het proces goed controleert. En dat er vanuit het proces gewoon een goede declaratie ontstaat. Ja, wat Job zegt, daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Je moet als behandelaar vooraf bekijken hoe je de patiënt wil behandelen. Dat leg je ook vast in het behandelplan. En als je daarin laat vastleggen dat er verschillende behandelaren betrokken zijn, conform de definities in de beleidsregel, ja, dan ben je multidisciplinair. En mocht het dan bij enkele patiënten een keer anders gaan, anders dan je had verwacht, ja, dan kan het zo zijn. Dan moet je natuurlijk uiteindelijk wel gaan afschalen. Maar ik denk niet dat Job zijn controleafdeling daarop gaat afsturen. Het gaat erom dat je aan de voorkant een goede beredeneerde keus maakt van in welke setting en patiënt thuis hoort. Dat is denk ik het belangrijkste wat we moeten doen met elkaar. Ja. Simona stelt de vraag, hoe bepaal je bij de diagnostiek consult de setting? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, wij dat is ook best wel een lastig te beantwoorden vraag, geef er gelijk bij, omdat het enige wat je dan op dat moment weet van die patiënt is natuurlijk datgene waar die voor verwezen is. Hè, waarvoor die wordt aangemeld, als het ware. En eventuele voor een stukje anamnese wat je vooraf hebt gedaan. Ja.
En dat is dus wel best wel lastig, maar zeggen we tegelijk erbij, het is wel mogelijk. Kijk, dat is een inschatting op dat moment. Er zijn ook mensen die verwezen worden, bijvoorbeeld voor heel duidelijk voor de basis GGZ. En dan waar basis van de verwijzing al heel duidelijk is van oké, okay, dit is waarschijnlijk monodisciplinair. Nou, dan zet je monodisciplinair in. Maar het zou dus kunnen gebeuren, en dat zag je ook in mijn voorbeeld, hè, dat na 1 of 2 consulten al geconstateerd wordt. Dit moet een andere setting zijn. Maar dan kun je dus schakelen. Niet zo dat als je het na de diagnostiek of in de diagnostiekfase dat je het in beton bijtelt, dat je dan vastzit. Nee, precies. Maar het is een terechte vraag. Vincent heeft vanuit Einstader ook over nagedacht. Maar dat is niet keihard in te regelen. Of zo. Nee. Dit vind ik ook een moeilijke vraag. Ik vind het een terechte vraag. Maar wat Jan zegt, ik denk dat je best wat informatie hebt op basis die inschatting kan maken. En dat we het met z'n allen gewoon moeten gaan proberen. En als het niet lukt, als het echt tot problemen in de praktijk lijkt, dan moeten we gewoon gaan kijken hoe we het kunnen oplossen. Een moeilijke en terechte vraag, Simona, hoewel de prijs naar de meeste vragen al naar Hilde is gegaan. Dus die kunnen we krijgen. Jolanda, tot slot, waarom is Umani en Eleo, jullie weten wat het is, neem ik aan, een label en de basis GGZ-profielen een gewone registratie? Dan moet je me echt even helpen. Ik heb me ingelezen, maar hier haak ik af. Ja. Umami en Eleo, dat zijn namen van experimenten die een beetje het basis GGZ-karakter in zich hebben, maar eigenlijk een nog zwaarder profiel dan het zwaarste profiel in de reguliere basis GGZ, het intensieve profiel. Mm-hmm. En er zijn aanbieders, verzekeraars die willen op die manier van werken voortzetten. En daarvoor is dat label gecreëerd. Maar omdat het geen landelijk beleid is, het zijn experimenten die op lokaal niveau plaatsvinden, geen landelijk beleid, hebben we dat niet als verplichting opgenomen in de algemeen geldende regels. Nee. Dus waarom is een label en de basis GGZ-profielen een gewone registratie? Dus haar vraag is, omdat het geen landelijk beleid is. Dat is exact. Antwoord op de vraag. Het is een experiment en het is geen landelijk beleid. Juist. Maar het is dus wel mogelijk om het gewoon inzichtbaar te maken. Hè? Dus als je daarmee wil doorgaan, zeg maar, kun je ook Umami en Eleo gewoon inzichtelijk maken, alleen doe je dat via een label. Juist, dat is een keuze. Ja. Gwenny stelt de vraag, wordt een definitiekader vrijgegeven voor de hoogspecialistische setting die gebruikt kan worden voor contractering? Ja, absoluut. Dat is al in een vergevorderd stadium ook. Er is een handleiding opgesteld door de partij in het programma Zorg Prestatiemodel voor de setting hoogspecialistisch. Daar wordt op dit moment de laatste hand aan gelegd. Wij verwachten die de komende maand, hè, dus dan heb ik het over juni, te zullen publiceren. Dus daar is al goed werk verricht en die handleiding ligt zo goed als klaar. De puntjes op de i moeten gezet worden. En die handleiding kan dus ook helpen in de praktijk om de setting hoogspecialistisch in te zetten. Juist. En daarmee zijn wij. Het is 4 minuutjes voor 4. Ook bijna aan het einde gekomen van dit webinar. Beloofd is beloofd. Het duurt 1,5 uur. Dan moeten we er ook niet langer van maken. Mijn vragenlijst is ook op. Dus ik dank alvast nogmaals de mensen die vanuit huis bij mij zijn gekomen. Michiel, Caroline en Job. Die we als laatste nog eventjes hoorden. Ik zei aan het begin, Cornelis-Jan, we zitten nu 7 maanden voor 1 januari. Bijna. 1 juni is het. Wat is het belangrijkste dat er de komende maanden gaat gebeuren in het project? Nou, een aantal dingen. En ik noem ze even alle de dingen die gaan gebeuren, noem ik even 1 voor 1 op. Laten we beginnen met dat partijen in het veld met elkaar financiële afspraken moeten gaan maken. En dat doen ze eigenlijk door te simuleren. Hè? Want met simuleren krijg je informatie die nodig is uiteindelijk om ook voor de nieuwe bekostiging afspraken met elkaar te maken. En deze weken vinden er veel bestuurlijke overleggen plaats om die kaders voor die simulatie, maar met name ook hoe je de simulatie toepast in de contractering, om dat helemaal rond te krijgen met elkaar. Daar hopen we dus op korte termijn ook de partijen in het veld over te informeren. En dan is het idee dus dat je zo snel mogelijk met elkaar het gesprek aangaat over die uitkomsten van de simulatie. Maar wat nog belangrijker is, dat je het gesprek aangaat met elkaar hoe het zorgprestatiemodel voor jou als organisatie uitpakt. Dus elke aanbieder heeft daar zijn eigen proces voor. En die wil natuurlijk dat hij daar ook de passende afspraken over gaat maken met de verzekeraar. En dat moet nu een korte termijn in gang gezet worden. Dus dat is 1 ding wat er... Simulatie en contractering. Heel kort, haal me even vast. Caroline van Bracht, Nederlandse GGZ. Is dat een spannend proces? Simulatie en die contractering voor jullie achterban? Ja, dat is een zeer spannend proces. Maar vertrouwen, zitten we goed op de rit? Dat we voordat we met z'n allen gevaccineerd en wel met de caravan naar Frankrijk rijden, dat we daar een grote slag in gemaakt hebben? Daar ga ik wel vanuit.
Dus een optimistische onderhandelaar, maar ze houdt de kaart nog voor de borst, Cornelis-Jan. Ja, nou ja, omdat we natuurlijk bijna dagelijks hierover spreken op dit moment. En dat is terecht, maar dat gesprek gaat gelukkig goed. Ja. En wij hebben er alle vertrouwen dat, dat uiteindelijk we daar goed uitkomen. Oké, tweede punt. Tweede punt is dat wij in het veld ook met elkaar nog wat afspraken maken over een goede landing van het model. Wij noemen dat veldafspraken. Nou, heel veel veldafspraken zijn al min of meer gemaakt. Maar we vinden het belangrijk dat we ook een soort totaalset maken van oké, dit is waar wij als partijen voor staan. En dit is hoe we dit model ook in de komende jaren met elkaar willen gaan dragen. Ja. En wij noemen dat veldafspraken. En we hopen tegen de zomer die bestuurlijke afspraken, want dat zijn het, met elkaar rond te hebben. Dus dat is een tweede waar we heel erg op inzetten. Ja, en een derde, wat nu heel erg belangrijk is natuurlijk, is communicatie. En wat we hier in de webinars doen, maar ook opleiden. En dat is natuurlijk de uitdaging van ons allemaal. Hè? Van de aanbieders, verzekeraars, beroepsprofessionals. Iedereen die daar een rol in heeft. En dat betekent dat wij ook drukdoende zijn om allerlei leergangen te ontwikkelen. Dat gebeurt lokaal, maar wij zijn ook landelijk daarmee bezig. Dus dat is een ander belangrijk speerpunt voor de komende tijd. Ja. Juist. En voor de NZA, zit het zwaarste werk erop met het vaststellen van de tarieven? Of wat belangrijkste wat bij jullie op het bureau ligt aan de komende tijd? Ik zeg elke keer tegen mijn directeur van hierna wordt het echt rustig. Maar dat, tot nu toe is dat niet het geval. Ik hou er nu gewoon rekening mee dat het einde van het jaar gewoon doorwerken gewoon is. Gewoon volle bak door. Nou, jongens, het was mijn genoegen dat jullie opnieuw bij mij aan tafel zaten. Cornelis-Jan Diepenveen en Vincent Pelgrim. En het was mijn genoegen opnieuw host te mogen zijn van dit webinar. Er komen vast wel weer meer webinars. Dan zien we elkaar opnieuw. Of wellicht als iedereen een prik heeft en de evenementenbranche mag weer aan, dat we elkaar live een keer kunnen ontmoeten. Veel meer informatie natuurlijk op zorgprestatiemodel.nl. Ook die informatie over die belangrijke simulatie en contractering op het moment dat daar nieuws over is, wordt dat direct gepubliceerd. Dus hou de kanalen in de gaten. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Nogmaals bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende. Dag.